Hartelijk welkom allemaal bij de eindexamentraining VWO 2022. We gaan maken VWO 2022, maar we doen het voor het eindexamen VWO 2023. Hopelijk zitten jullie er allemaal klaar voor. Excuses voor de vertraging. Um, ja, dat hoort er gewoon wel eens bij. Dat gebeurt wel eens. Um, nou, we gaan lekker gelijk aan de slag met het eindexamen. Uh, ik begin hier bij tekst 9, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Welkom allemaal. Ehm... Um, en nou, we gaan even uitleggen wat we gaan doen. We gaan het hele examen maken. Uh, tweede tijdvak, VWO. Ik ga hem nu beantwoorden. En dan kan iemand anders dat voor mij honderdduizend keer in de chat zetten. Ja, je kan hem terugkijken. Dus als je het niet helemaal uitkijkt of als je uh, ergens naartoe moet of nu niet kan. Je kunt hem gewoon terugkijken. Um, morgen is er geen examentraining. Dus alleen vandaag doen we uh, even de examentraining. Nou... Maar wat ik zeg, je kan hem terugkijken. En ook die van vorig jaar. Ik probeer een oog te houden op de chat. Dat is aan deze kant van mijn scherm. Dus dan zie je me die kant op kijken. Dan kijk ik naar de chat. Uh, aan deze kant heb ik alle, alle informatie. Hieronder mij heb ik het antwoordmodel. Mijn woordenboek. Nou, ik zet er helemaal klaar voor. Het dopper erbij voor wat water. Hopelijk hebben jullie ook allemaal water en snacks. Ik heb hier. Uh, um uh, cashewnoten als snack. Dus hopelijk zit hij er ook helemaal klaar voor. Met je snacks en je water en alles wat je hebt. We zijn ongeveer vier uur bezig. Dat was in het VMBO-examen zo. Uh, ook in het HAVO-examen was ik vier uur bezig. En ik verwacht ook vandaag weer vier uur bezig te zijn. Dan ben ik één ding vergeten te openen, bedenk ik me nu. En dat is de glossary. Die vind je, die ga ik er gewoon even bij pakken. Voor mij is die in Excel. Uh, maar voor jullie is die niet in Excel. Uh, ofwel in Excel, ik weet niet of je het in Excel opent. Maar dit is de glossary. En die glossary heb je er absoluut bij nodig. Want dit zijn alle woorden um, die ik vind die je moet weten uit het examen. Dat wil niet zeggen dat dit allemaal woorden zijn die je had moeten opzoeken. Um, dit zijn gewoon de woorden waarvan ik denk, nou, dit zijn goede woorden om te weten. Dus de glossary kun je erbij doen. Vind je in de beschrijving trouwens um, de glossary met ook de teksten. Nou, dan gaan we aan de slag. En voordat we aan de slag gaan, wil ik even weten waar jullie allemaal vandaan komen. Dus laat even weten in de chat waar kom je vandaan. Dan weten we ook meteen dat het, um, dat het geluid goed is. Dus dat is mooi. Laat me even weten in de chat waar je vandaan komt. Ik kom uit Groningen, of eigenlijk Hoge Zand. Hai uh, Santi, voor zij die dat kennen. Werk in Leeuwarden, op de beste school van Leeuwarden. Um, en ook de beste school van Groningen. Ik zie ook oud-leerlingen, ik zie ook leerlingen erbij. Uh, vind je dit een handige Training, heb je er wat aan? Overweeg dan een um, kopje koffie te doneren. En als je denkt: Nou, kopje koffie, meneer, dat doen we niet. Dan mag je ook vijf witte boterhammen doneren. En als je weet wat vijf witte boterhammen zijn, dan is dat natuurlijk mooi. Ik zie Volendam, Sappemeer, dat is letterlijk in de buurt. Uh, op Steenworp, afstand van waar ik woon. Uh, Groningen, Leeuwarden, nog een keer Groningen. Brabant, mooi zo. Ik zie ook mensen Vipers voorstellen. Dat kan, daar uh, ben ik zelf niet zo van, maar prima. De eerste vraag die al gesteld wordt is: Als je tweetalig hebt gedaan, is één, één examen nou genoeg? Als je tweetalig hebt gedaan, dan heb je al heel erg goed taalniveau. Dan is het zeker handig om even één examen te doen. Uh, gewoon voor het gevoel van hoe maak je cito-examens. Dus je hoeft daar niet je heel erg veel zorgen over te maken. Gaan we aan de slag met het examen. We hebben voor ons examen 2022 VWO, tweede tijdvak. Tweeënhalf uur heb je ervoor, uh, 40 vragen met 46 punten. Ik vond hem op zich niet super heel ingewikkeld of zo. Er zaten wel een paar dingetjes tussen, maar het was niet heel moeilijk. Um, nou, de meest belangrijke um, tip die je kunt krijgen van mij is dat dat Cito zelf ook heeft. Uh, beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. Uh, als je het in het Nederlands in het Engels antwoordt, is dat Fout. Nou, ik zie al mensen al meteen zeggen: Je gaat toch niet 4 uur examentraining kijken. Dat kan, dan kun je gewoon iets anders gaan doen. Prima. Eh, als je er niks aan hebt of niet nodig vindt, dan is dat natuurlijk helemaal goed. Als je nu al Vipers wil gaan drinken, dat mag natuurlijk ook. Dus um, niet in het Engels antwoorden. Is echt gebeurd. Ik heb echt meegemaakt dat iemand in het Engels antwoordde: Ik moest die vage fout rekenen. Ja, en dan, um, ja, dan heeft ze het examen niet gehaald. En dat is gewoon doodzonde. Dus doe dat vooral niet. De tactiek die we gaan hanteren voor elke tekst is ongeveer hetzelfde. Um, nou, we gaan eerst voorkennis activeren. Dat doen we door de titel te lezen, um, even te kijken naar plaatjes, even te kijken naar waar het vandaan komt en eventueel te bedenken van wat verwachten we ervan. We activeren de voorkennis op deze manier, omdat we op die manier onze mindset en ons brein al een beetje helpen bij het activeren van de onderdelen die belangrijk zijn voor het eindexamen. Of voor deze tekst bedoel ik. Um, nou, we hebben hier de ties that bind. En zoals je kunt zien heb ik um, hier een aantal woorden onderstreept. Heb ik niet bij alle teksten gedaan, uh, maar bij deze toevallig dan wel. Um, ties, bind, uh, ties, dat, waar gaat het over? Nou, ik verwacht als we zo snel even kijken dat het gaat over kledingstukken. Dus een stropdas. Um, bind is vastbinden, um, nou, het zijn wat reacties ergens op. En het komt uit The Economist 2019. Dan gaan we eerst de vraag lezen. En dan gaan we de teksten lezen. Dus we gaan de vraag lezen, niet de opties. Alleen de vraag. En dan de teksten. Um... Even kijken, er wordt een goede vraag gesteld: What do the three letters to the editor have in common? Nou, er wordt dus gevraagd: wat, wat is zeg maar, de gemeenschappelijke uh, boodschap van deze drie teksten? Dus we gaan ze even lezen. The ties that bind. I was shocked to read Bartleby's unfounded claim that the tie was an impractical garment that constricted male necks for a century, May 4th. True. The tie is no longer regularly used to protect the neck during close combat, but it retains a vital function for the modern male. Wiping and cleaning one's eyeglasses. Professor Michael Malloy, McGor McGeorge Schools of Law, Sacramento, California. Okay. Mannen in the chat, draagt jullie wel eens een stropdas, laat ze even weten. Glenn O'Brien observed in How to Be a Man that a necktie's almost transcendental politeness is in fact its essential quality. A necktie's sole purpose is beauty. Or. As Mr. O'Brien put it, the functionless tie is to the wardrobe what the functionless soul is to the body. It's pure poetry. Ben Click, Washington, D.C. Don, the demise of the male tie is somewhat premature. It has a function that is necessary and desirable the partial cover up of an extended gut, of which we have many. Andrew Rutter, Tuscan, Arizona. Het is van The Economist 2019. Um, nou, we hebben um, een aantal uh, teksten, al een aantal antwoorden ergens op. Waarschijnlijk op een boek of een artikel over de stropdas. En ze zijn allemaal zoiets van, ja, waarom... Hè, dat is waarschijnlijk de toon van dat artikel, is waarom hebben we überhaupt die stropdas. En um, de vraag is... Um, what do the three letters to the editor have in common? They indicate that the tie A continues to contribute to a man's self-sense of self. B has gradually lost its historical significance. C is an accessory hardly anyone wants to anyone wears anymore. D uh, is still useful in some capacity or other. Okay? Now, what do you think the answer is? A, B, C, or D? A, B, C of D? Typ je antwoord maar even. Ik zie trouwens mensen ook praten over scheikunde en allemaal andere vakken en zo. Dat is hartstikke leuk, maar doe dat dan even op Discord. En als je dat Discord doet, kijk even in de beschrijving welke Discord server ik aanraad. Uh, hou het even puur bij het eindexamen Engels. Anders word ik heel erg overprikkeld en afgeleid. En nou, je weet hoe dat gaat tegenwoordig. Ik ben ook maar een millennial. Um, ik zie antwoord A voorbij komen. Ik zie antwoord D voorbij komen. Um, nou, de, de boodschap of de toon die ze allemaal proberen duidelijk te maken is dat de, die stropdas misschien wel een beetje. Um, nou ja, weet je, het wordt het ouderwets gevonden. Maar de ene zegt: het is wel handig hè, voor het schoonmaken van je bril. Dat heb ik trouwens zelf nooit gedaan met een stropdas. Um, de tweede zegt: het is een soort poetry. Het is een soort gedicht, de stropdas. En de derde zegt. Dat, dat de dood van de stropdas is wat vroeg. Is wat premature. En het heeft ook een goede, nest, een goede function. Namelijk het bedekken um, van de gut. Van je dikke buik. Je dikke pens. Hoe je het ook zou kunnen noemen. Um, dus we hebben twee opties die naar voren springen. Gaan we eerst even kijken welke het absoluut niet zijn. Dat lijkt me altijd wel heel erg nuttig. Dus dat gaan we even doen. Even een pennetje erbij. Ehm. Um, A continues to contribute to man's self, sense of self. Dit zou je eventueel misschien een klein beetje kunnen halen uit het stukje van dat bedekken van de, um, van de gut, van de pants. Has gradually lost its historical significance. Dat wordt wel genoemd in de eerste, maar niet in de andere twee. Dus die gaan we gelijk wegstrepen. Is an accessory hardly anyone wears anymore. Dat wordt niet zo specifiek genoemd. Hopelijk, of uh, ik bedoel, ja, hopelijk wil ik niet zeggen, maar alleen de laatste uh, zou je het er misschien uit kunnen halen. Dus ook die gaan we wegstrepen. It's still useful in some capacity or other. Nou, um, die eerste zegt dat het is goed voor het schoonmaken van de bril. Pennetje. De tweede zegt dat um, het... Poëzie is. Het is een functionless soul inside the body. So it's like, kind of like. Het um, voegt iets toe aan ons, aan ons lichaam of zo. En dan bij de derde wordt er gezegd: Partial cover-up of an extended gut. Nou, dat is ook wel een goede. Dus ik denk dat deze, uh, alle drie iets, ben, iets benoemen. Een functie. Dus het antwoord D het juiste antwoord is. Het antwoord D het juiste antwoord is. Er wordt een vraag gesteld over idioms. En zoals jullie allemaal natuurlijk op TikTok hebben geliked en gereageerd... heb ik een TikTok geplaatst over die idioms. En als je op zoek bent naar idioms, die staan ook in de beschrijving. Daar heb ik een mooi lijstje voor je neergezet. En... Um, in de glossary heb ik ook twee, een aantal idioms benoemd. En ik zal zo meteen, als we er zijn bij de juiste idioms, zal ik ze ook even voor jullie benoemen. Um, en even zeggen van, hé, hey, let hier al even op. Ja, oké, okay, dus antwoord D is bij vraag 1 um, het juiste antwoord. Wat zijn idioms? Idioms zijn gezegden. Uh, ik heb niet mijn eigen idioms, ik heb ze gewoon even een lijstje gemaakt. En om eerlijk te zijn, ik heb Chat GTP gevraagd: wat zijn de meest bekende idioms? Nou, die heb ik er even uitgehaald. Oké, okay. um, gaan we naar tekst 2. Vond ik een leuk tekstje trouwens, niks mis mee. Um, zijn er specifieke dingen waar je op moet letten bij meer keuzevragen wat je altijd niet moet kiezen of zo? Nou, waar je met je keuzevragen altijd op moet letten, is dat je wegstreept wat niet kan. Er zijn altijd twee antwoorden um, die niet kunnen, 100%, dus die kun je wegstrepen. Er is altijd eentje die ja, een beetje erop lijkt, de absolute afleider noemen we dat. En dan heb je ook eentje dat is gewoon het juiste antwoord. En het juiste antwoord is altijd degene die ook echt het juiste antwoord is. Toevallig had ik op het HAVO-examen afgelopen tijd, van afgelopen weken, dat ik dacht, oké... Okay, er zijn twee die kunnen. Even goed gekeken, dacht ik nee, nee kan toch niet. Dus er is altijd eentje die kan. Gaan we dan onze voorkennis even activeren? Rules of the road. Uh, nou, ik was net onderweg uit Assen, waar mijn vriendin woont, naar Hoge Zand, waar ik woon. En toen was ik ook helemaal aan het road region, want er was iemand die reed 48, waar je 50 mag. Ja, dat kan je natuurlijk, moet je niet doen. Dus ik verwacht dat deze tekst ook iets met road rage of verkeersregels te maken heeft. De vraag is: What is the main emotion expressed by the writer of the letter? Dus we zijn op zoek naar een emotie. Um, gaan we hem even lezen? Sir, perhaps your readers can assist. I have been trying to find a particular section in the rules of the road. Dat zal wel het theorieboek zijn. This one says, once a driver activates hazard lights, they can execute whatever manoeuvre they fancy. It seems to be in the taxi and del delivery driver editions. Yours, Barry Lyons, Dublin 6. Oké, okay, dus uh, deze persoon zegt um, dat hij op zoek is naar een bepaalde uh, gedeelte van het regelboek. En specifiek eentje die zegt once a driver activates hazard lights hazard lights zijn de waarschuwingslampen they can execute whenever whatever maneuver they fancy. Oké? Okay. Dus what is the main emotion expressed by the writer of the letter? A amazement at the absurdity of a particular road regulation, annoyance at the liberties certain drivers allow themselves, anxiety about the general lack of knowledge on traffic safety. En concern for the well-being well of most professional chauffeurs. Ik ben het eens dat er een soort sarcastische toon in zit. Ja, helemaal waar. Um, nou ja, ik zie antwoord B voorbij komen. Ik zie andere antwoorden. Wat zijn nog meer antwoorden? En probeer ook een beetje te kijken van waarom, dat, um, waarom je denkt dat dat zo is. Wat betekent sir aan het begin van de tekst? Die sir is er om, om zeg maar aan te geven dat mensen ergens op reageren. Dat betekent gewoon meneer. Ga ik ondertussen, terwijl jullie je antwoorden aan het typen zijn, eventjes naar de glossary. Want we zien daar een aantal woorden voorbij komen. We hebben hier een stukje inzoomen. Ik ben ook bijna 30, dus dat moet wel even. Hazard lights, waarschuwingslampen, absurdity, uh, dat zijn absurditeit, ongerijmdheid, dwaasheid of zinloosheid, regulations, regelingen of voorschriften, annoyance is een ergernis, anxiety is angst en well-being is welzijn. Oké, okay. dus is hij verbaasd at the absurdity of a particular road regulation? Nou, dat denk ik niet, want hij heeft het niet over een specifieke regel. En iemand zei net, het is een beetje sarcastisch... en dat gevoel moet je ook wel echt, um, echt voelen. He? Hij is hier sarcastisch, er is namelijk niet... dat bestaat namelijk niet, deze regel. Um, en hij zegt hier ook... It seems to be in the taxi and delivery driver editions. Dus voor taxibestuurders um, taxi en ook um, uh, parcelbezorgers, pakketbezorgers daar... Die mogen namelijk die regel van als je je waarschuwingslampen aanzet, mag je alles doen, gebruiken. Maar dat is namelijk niet echt zo. Hè? Dus dat is de sarcastische toon. Antwoord A is dus fout. Annoyance at the liberties certain drivers allow themselves. Oké, okay. ik zie iemand ook zeggen: antwoord B, want dat heeft te maken met whatever they fancy. En daar ben ik het ook wel mee eens. Um, zo van: Als jij je waarschuwingslampen aandoet, mag je alles doen wat je wil. Nu mag alles, zeg ik altijd als ik die waarschuwingslampen aandoet. Nou, en dat past hier mooi bij. Dus deze zet ik toch gewoon het potlood als juiste antwoord. C. Anxiety about the general lack of knowledge on traffic safety. Nou, dat wordt absoluut niet genoemd. Hij zegt niet dat mensen te weinig kennis hebben. Dus die gaan we ook wegstrepen. En antwoord D. Concern for the well-being of most professional chauffeurs. Hij heeft het over. Uh, professional chauffeurs. Dat klopt. Maar hij zegt niks over hun mentale gesteldheid of gezondheid of wellbeing. Het gaat echt puur over de regels en het feit dat hij op zoek is naar één zo'n regel. Dus antwoord D is ook niet het juiste antwoord. En dat betekent hier dat bij vraag 2 antwoord B 100% het juiste antwoord is. Ja, goed gedaan als je antwoord B als juiste antwoord hebt. Iemand zegt antwoord A is overdreven. Ehm. Um, kan, maar dat laatste stukje van antwoord A staat er niet in. He, is, hij is niet echt op zoek naar een regel. Het is een soort, ja, een soort sarcastische. Nou, ik ben op zoek naar de regel. Waar staat die nou? Uh, en dat, nou ja, dat is dus niet zo. Hoe zorg je ervoor dat als je twee wegstreep de juiste kiest, gewoon proberen te kijken waar in de tekst staat het antwoord? En dat hebben wij hier gevonden bij whatever maneuver they fancy. Ja. Dus je moet goed kijken naar de tekst waar je antwoord staat. En zometeen, zeker bij die lange tekst die we nu gaan doen, um, kun je dat even goed oefenen. Dus dan ga ik jullie weer vragen om het juiste antwoord voor mij te vinden. Nou, gaan we naar een sport. Uh, Final Whistle. Er waren heel veel mensen die moeten voetballen vandaag. Um, dus die, die, um, die konden niet um, meekijken. Dus, nou ja, jammer. Maar goed, oké. Okay. Dit gaat over cricket. Het is dus echt zo'n Britse sport. Uh, best een lange tekst. Daily Telegraph, um, 2016. En we hebben hier een um, final whistle. Nou, het zou over de, de laatste sport of zo. Finals, laatste. Final whistle is in de sport het einde van de, van de wedstrijd. Um, nou ja, daar zou het wel over gaan. De vraag die we krijgen is: wat is de main point made in paragraph 1? We gaan dus alleen paragraaf 1 lezen. Ja, ik weet niet wat je docent heeft gezegd, maar ik zeg altijd: altijd. Eerst de vraag lezen, hebben we gedaan paragraaf 1, dan de rest van de tekst lezen. Want, waarom zeg ik dat? Soms zijn er opties die passen bij andere gedeelten van de tekst. Ja, en als we dat niet doen, als we die niet lezen, dan weten we namelijk. Uh, als we niet de rest van de tekst lezen, gaan we ook niet die opties kiezen. Want dan ga je niet denken, ja, maar dit stond daar toch ergens. En dat willen we niet. Dus uh, in dit geval, paragraaf 1, die gaan we dan ook lezen. Nou, dat gaan we dan even doen. If we all lived in France, I would have given my book a different title. But in Britain, philosophy is a bad or at least pretentious word. Like intellectual. Even though it means seeking to understand. So, I would have liked to call my book The Game of Life, a philosophy of cricket. Or, more pretentiously, The Philosophy of Cricket. As I do not know of a previous attempt to answer the basic question: Why do we play and watch this sport in England and its three other main hotspots around the world? Okay. The vraag is: What is the main point or the point made in paragraph one? Dus there is één ding wat naar voren komt, en daar, uh, die moeten we kiezen. We're going to read A. Um, the English think cricket is a sport that should have been taken should be taken very seriously. B. The French do not find cricket as attractive as a sport as the English do. C. The writer believes to be the first to explain the attraction of cricket. And D. Um, the writer could not decide on the title for his publication on cricket. Oké, okay, aan jullie weer. Wat is het juiste antwoord? En ik wil graag ook horen waarom je denkt dat dat het juiste antwoord is. Ga ik even motivatie halen uit mijn kopje koffie. Want uh, iemand vraagt een motivatie, dus dan ga ik het maar even voordoen. Ties, uh, kies het antwoord en typ ook waarom je denkt dat het het juiste antwoord is. Ja, ik zie allemaal uh, juiste antwoorden voorbij komen. Gaan we even wegstrepen? Um, en uh, gaan we daarna even kijken van nou, uh, waarom klopt jullie antwoord? Ik ben het eens met alle beschrijvingen die er staan. Um, dus gaan we eens even bijlangs. E. The English think cricket is a sport that should be taken very seriously. Wordt niks over gezegd. Ik weet zeker dat ze dat wel denken, maar er wordt niks over gezegd. The French do not find cricket as attractive a sport as the English do. Frankrijk wordt wel genoemd, maar the French worden niet genoemd. Dus het gaat niet over de Fransen. The writer believes to be the first to explain the attraction of cricket. Ja, dat wordt hier in dit stukje, even met de highlighter, in dit stukje wordt dat absoluut genoemd. Dus hier is ons antwoord. D. The writer could not decide on the title for his publication on Cricket. Nou, dan kun je, um, dan kun je best denken van oké, okay, dit zou passen. Maar, maar. We moeten even kijken naar wat er nou precies over wordt gezegd over die titel. Hij zegt namelijk, I would have liked to call my book The Game of Life. Or The Philosophy of Cricket. Hieruit kunnen we halen dat hij waarschijnlijk wel, of um, zij. Uh, waarschijnlijk wel dat boek zo heeft genoemd. Um, dus ik denk dat het de, wat hier staat, could not decide, dat past niet bij wat er staat. Want we gaan ervan uit dat al, die beslissing al is genomen, en dus ook is uh, toegepast. Dus antwoord D kun je daarom ook wegstrepen. En dat maakt antwoord C, op basis van wat jullie allemaal ook aangeven, het juiste antwoord. Heel goed. Antwoord C, het juiste antwoord. Voor N-termen van de HAVO verwijs ik even door naar mijn uh, TikTok of die short die ik hierop heb staan. Er was één vraag net. Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat je zo lang mogelijk, uh, zodat je zo snel mogelijk doorwerkt? Nou, ik zou zeggen: je hebt uh, 2,5 uur, 11 teksten, 40 vragen, snel rekensommetje. Uh, nou. Op basis daarvan kun je inschatten dat je zo rond de 2,5 tot 3 minuten per vraag moet zijn. Je gaat ook merken dat er sommige vragen zijn, dat ga ik zo meteen ook laten zien, die, um, die kun je dan, ik um, okay, ben even, vergeet wat ik wil zeggen, maar je kunt dan, oh ja, die kun je overslaan. Dus um, als je dan een bepaalde vraag hebt, zoals zo meteen, kun je gewoon delen van de tekst overslaan, en ga je ook sneller doorheen. Dus even rekenen, 2,5 minuut per vraag. Sommige vragen kun je overslaan. Uh, sommige gedeelten van de tekst kun je overslaan omdat je daar geen vragen over hebt. Ja, dus even rekenen en dan uh, kom je er wel uit. Gaan we naar vraag 4. What is the function of paragraph 2? Nou, die gaan we even lezen. In Australia, the answer is simple. Playing cricket against British regiments stationed in Sydney was the only form of revenge open to the native born sons of convicts. In India. The, Piracies, the Parsis, the parsees of bombay wanted to play cricket against british soldiers and civilians partly the game was fun and partly it was jolly useful networking and in the west indies the answer is simple too cricket was the only way the black man was allowed to compete with the white man on any playing field let alone a level one okay um what is the function of paragraph two To analyze why cricket is more popular in its former colonies than in Great Britain itself at the moment. In je hoofd alvast wegstrepen, hè? Dus als je denkt, dit klopt niet, kun je meteen wegstrepen. B. To explain how cricket came to play an important role in the push for independence from the British Empire. C. To point out that the British sense of superiority has never held much sway on the cricket field of day... To Shed some light on the origins of the popularity of cricket in three former British colonies. Oké, okay, wat is het juiste antwoord? Jullie kunnen alvast even uitleggen. Niet eerst opties lezen. Nee, zou ik niet doen. Omdat als je de opties leest, dan heb, ben je al aan het zoeken. Je bent al aan het zoeken naar iets. En dan kun je het dus verkeerd interpreteren. Terwijl ik zou zeggen, optie lezen, function paragraph 2, paragraph 2 lezen. Zelf even nadenken. Wat staat hier nou eigenlijk? En dan kijken naar de opties en kijken welke het beste erbij past. Dat is mijn tactiek. Ik zie nog steeds de vraag voor motivatie. Dat is er zeker. Dit is je motivatie. Het feit dat je hier met uh, 150, 200 andere mensen dit examen zit te maken. En anders neem even een kopje drinken. Of een snack. Ik zie allemaal antwoorden. Optie D zie ik voorbij komen als juiste antwoord. En daar ben ik het ook mee eens. Op C.D. is het juist de antwoord, want het gaat hier niet over... Het is geen analyse waarom cricket meer populairder is in de voormalige koloniën um, dan in Groot-Brittannië. Dus A en B, zoals er ook gezegd wordt, ben ik mee eens, gewoon lekker wegstrepen. Um, B is to explain how cricket came to play an important role, ook niet. Er wordt niks gezegd over independence from the British Empire, dus ook die kunnen we wegstrepen. To point out that the British sense of superiority has never helped much sway on the cricket field. Ja, dat zou je heel vaag er een beetje uit kunnen halen. Maar ook dat wordt niet specifiek genoemd. Dus ook deze kunnen we wegstrepen. Ja, en dit is gewoon hartstikke logisch, want het is een soort geschiedenis. Um, over cricket in die koloniën. En dat zien we ook weer terug. En daarom is antwoord D het juiste antwoord. Antwoord D voor vraag 4. Ja, goed werk allemaal. Er wordt gezegd twijfelen over C. Nou, omdat er wordt niks gezegd over die British sense of superiority. Superiority. He, dat wordt niet genoemd. Er wordt, er wordt niet gezegd dat um, in die paragraaf. dat die Britten zich superieur voelden. We weten dat het zo was, want de Britten waren. Uh, die hadden natuurlijk de grootste. die hadden het grootste aantal koloniën. in de wereld. Het Britse Rijk was ook het grootste rijk ooit. Maar dat staat hier niet in. Wordt hij niet in genoemd. Er wordt hier ook expliciet niet gezegd dat zij zich superieur voelden. behalve op de cricketfield. Dat laatste zinnetje. Cricket was the only way the black man was allowed to compete. Oké, okay. uh, daar zou je het een beetje uit kunnen vissen. Maar dat is alleen daar zo. Niet in die andere koloniën. Dus dan kun je dat daar ook niet uh, toepassen. Op, als functie voor die hele paragraaf. Het gaat echt om. Het is een geschiedenis van waarom ze in die verschillende koloniën. cricket spelen. Dus daarom is antwoord C niet goed. Ja. Um, en dat klopt ook wel. Het gaat niet om de achterliggende gevoel wat er zit, maar echt om uh, cricket zelf. Ja, helemaal goed. Gaan we naar vraag 5. Um, But perhaps the most interesting question is: why do almost all Englands Why do almost all of England's 670 test cricketers come from the three main categories? Alinea 3. Eén van de hoofdcategorieën is dat ze uit een van de drie noordelijke graafschappen komen. Welke twee hoofdcategorieën worden er? Welke twee andere, andere hoofdcategorieën worden er ook in de tekst genoemd? Nou, ik heb er nog niks over gelezen, dus we moeten een stukje verder lezen. En dat gaan we even doen? Dus we beginnen even bij paragraaf 4, een stukje inzoomen. for the people who are 30. yeah. But perhaps the most interesting question is why do almost all of England's 670 test cricketers come from the main three main categories? A third of them, 220 to be precise, attend fee-paying schools. Most of them have been batsmen who have built long innings on decent pitches against challenging opposition... with a former county cricketer as coach... and all the networking potential. Oké, okay, ik stop hem even daar. Want hier hebben we al een antwoord op het, de vraag. Hè. We hebben hier al uh, a third of them attend fee-paying schools. Dus ze komen van fee-paying schools. En dat zijn dan kostscholen of uh, privéscholen. Dus dat is één. Die gaan we even erbij zetten... Met een kleurtje. Dat doen we even lekker in oranje. Voor de koning. 1. Dus hier hebben we al de eerste categorie. Dan gaan we verder lezen. Dan gaan we gelijk naar paragraaf 5. En um, dat is hier. Those who did not attend fee-paying school had someone close to them who showed them the ropes. En show them the ropes is ook een gezegde. Dat betekent dat je iemand iets leert. Staat ook in de glossary. Out of the 670, 154 had either a brother, father, or uncle who also played for England, and another 110 had one who played first class cricket. That means two out of every five England Test cricketers have grown up with someone to bat and bowl against, to coach them, to give or lend them kids, and steer them towards the summit. the this is two. Here. Dit hele stuk, eigenlijk, die hele paragraaf. Dus ze hadden al iemand die ze liet zien hoe ze dat moesten doen. En dan hebben we de derde categorie. Or else you come from one of the three northerly counties where cricket is part of the community. Deduct the 81 England Test cricketers born outside England and Wales, which leaves 589. Then one third, or 190 to be precise, have been born in Yorkshire, Lancashire or Nottinghamshire. Dus, wat hebben we gelezen? Eén, um, kostscholen. Twee, ze hadden iemand die hun het liet zien. Of drie, ze komen uit de noordelijke graafschappen. Dus welke twee andere hoofdcategorieën worden er genoemd... Um, waarin die, die cricketers worden uh, geplaatst... of waar ze vandaan komen, waar hun origin vandaan komt. Dan ga ik nu even laten zien wat het antwoordmodel wil horen... En dan ga ik dan ook beantwoorden hoe streng die open vragen worden nagekeken. Nou, vind ik een goede vraag. Zoals je kunt zien, staat er antwoorden met de volgende strekking. Ze gingen naar een betaalde, dure, privé, particuliere school, public school of kostschool. Nou vind ik public school een beetje kille uh, dat nou, Ze zeggen altijd antwoorden in Nederland en dan geven ze hier public school. Nou vind ik een beetje, beetje kille kiele Ze zijn opgegroeid met iemand die ook cricket speelt. Familie het heeft ze laten zien hoe cricket gespeeld wordt. Nou, hoe streng wordt het nagekeken? Als jij iets antwoordt wat hierop lijkt, dan is het goed. Um, en ik zeg altijd, als ik, als ik examens nakijk, wat ik dinsdag gelijk ga doen. Dus als je nu hier zit te kijken en denkt, haha, ik heb les van die beste man. Dinsdag heb ik examen nagekeken. Probeer ik altijd het zo te doen in favor van de student. Dus ik probeer altijd te kijken, laat je in je antwoord zien um, dat je begrepen hebt wat er staat. Dus heb jij begrepen dat deze mensen naar een kostschool staan gaan? Is het goed? Er wordt gezegd, um, veel van de mensen hadden mensen om hen heen die het spel konden leren. Dat is goed. Want dat staat er ook bij: hè? ze zijn opgegroeid met iemand die ook cricket speelt, of heeft ze laten zien hoe cricket gespeeld wordt. En dat is dan gewoon goed. Uh, ze kennen familieleden die cricket speelden. Ja, dat is natuurlijk goed. Dat is letterlijk de eerste wat er staat. Hè? Ze zijn opgegroeid met iemand die ook cricket speelt. Nou, dat is het goede antwoord. Dus wij proberen als docenten altijd te doen... in de, zeg maar, de marge van wat kan natuurlijk... dat je laat zien dat je hebt begrepen wat er staat. Als je hier zegt ze komen uit Engeland... ja, dat is natuurlijk fout, want dat klopt niet. Maar als je iets antwoordt wat hierop lijkt... dan is dat goed. Um, gaan we naar vraag 6? Er wordt nog één vraag gesteld die ik trouwens wel even goed vind. Um, uh, is het beter om open vragen algemeen en specifiek te beantwoorden? Specifiek. Want een open vraag vraagt ook naar een specifiek gedeelte. Dus dan zou ik ook zeggen. Um, nou ja, probeer ook zo specifiek mogelijk te zijn aan de hand van wat de vraag is. Dus dat zou ik wel doen. Moet je familieleden zeggen? Uh, nou, dan gaan we even kijken wat er in het staat. Nee, want hier staat with someone. En die with someone is, wat mij betreft, dekkend genoeg dat je niet, uh, dat je niet per se familieleden hoeft te zeggen. Nee. Uh, mijn leerlingen weet ik niet. Het hangt van de school af of zij eerder te horen krijgen wat hun punten waren. Uh, het is niet vanuit mezelf dat ik dat zou doen. Nee. Nee we ook van de school af. Goed, gaan we naar vraag 6. Which of the following fits the gap in paragraph 8? En voor de oplettende kijker, we hebben het antwoord al gezien. Dus wat we even gaan doen. is we gaan hem toch even toepassen. Dan ga ik jullie um, vragen om mij uit te leggen. waarom antwoord B hier het juiste antwoord is. We weten dat B het juiste antwoord is. En dan wil ik van jullie weten. waarom dat zo is. Gaan we eerst paragraaf 8 even lezen. en het laatste stukje. Van paragraaf 7. En dat doen we dan... Of nou we lezen heel paragraaf 7 wel even. Of course, there are overlaps. English international cricketer Joe Root was born in Yorkshire... has a brother who plays first class cricket... and attended a fee-paying school. Dus hij is zeg maar alle drie, de categorieën behoort hij toe. But that still leaves whole sections of society in England... either underrepresented or not represented at all... None of those 670 Test cricketers was born in Wolverhampton. Only one was born in Hull and one in Newcastle. In the 19th century, only two were born in Cardiff, then attended fee paying schools in England. Mm -hmm. There's never been a pathway to the top in some English cities. And the most important question what is going to be done about it so that English cricket involves also sections of society? Kunnen we kiezen uit even so, in other words, likewise or on the contrary. Wat ik altijd zou aanraden bij het maken van dit soort vragen, is dat je even leest. Dan zelf gaat denken wat zou ik invullen. En dan um, kiest welke van de opties er het beste bij past. Nou is dat hier moeilijk, want we hebben natuurlijk al gezien wat het antwoord is. Dus we zijn al een beetje biased. Maar zometeen bij vraag 8 bijvoorbeeld, kunnen we dat mooi even oefenen. Dus. Um, wat B is het juiste antwoord en ik hoor graag van de chat waarom B het juiste antwoord is. Dus neem even een minuutje om je antwoord te typen, uh, je zeg maar te beantwoorden, of te typen waarom jij denkt dat antwoord B hier het juiste antwoord is. Een minuut om dat te doen. Ja, ik zie al heel wat moois verschijnen. Heel wat goede antwoorden. Linking words, lieve mensen, zijn absoluut belangrijk. Absoluut belangrijk. Gelukkig hebben we um, uh, de leidenlijst. En in de leidenlijst kun je alle linking words ook gewoon vinden. En volgens mij heb ik de leidenlijst ook op de OneDrive gezet. Dus die vind je ook in de beschrijving. Um, in de link waar je ook dit alles en de um, glossary hebt gevonden. Dus de absolute tip nog voor je eindexamen: leer alle signaalwoorden, alle Linking Words. En als je ook kijkt op mijn quizlet, waar ook de link van uh, vast staat, zie ik. Die heb ik nog steeds vastgestaan. Kun je ook heel wat Linking Words vinden. Het is inderdaad zo dat uh, in paragraaf 8 hetzelfde wordt gezegd, maar dan in andere woorden. En dat weten we op basis van het feit dat, ze, dat het eerste zinnetje. There's never been a pathway to the top in some English cities. Slaat op dat zinnetje, but that still leaves uh, tot not represented at all. Dit stuk wordt daar nog even in herhaald. Dus daarom denk ik dat antwoord B, zoals jullie ook goed hebben uitgelegd, hier het juiste antwoord is. Gaan we even kijken wat die andere ook alweer betekenen. Um, hier, even zo so betekent me, maar toch, niettemin, desondanks, zelfs in dat geval ook, ook als dat zo is. In other words, met andere woorden. Likewise, even zo, so, even so, net zo, so, en evenzeer. On the contrary, in tegendeel of juist niet. Die zou 100% niet kunnen, want er wordt meer van hetzelfde gezegd. Um, likewise zou kunnen passen omdat het wel hetzelfde is, maar het wordt hier een soort, soort samenvatting gegeven, een soort conclusie. Um, en daarom is likewise niet helemaal hetzelfde. En niet helemaal goed. Want het is niet echt exact hetzelfde. En evenzo so, zou ook niet kunnen passen. Want dan verwacht ik dus een conclusie op iets wat daar zeg maar, eerder wordt gezegd. In de zin van, dan geven ze niet echt aan, maar dan bouwt het zeg maar op ernaartoe. Er wordt gevraagd, moet je bij uh, open vragen dicht bij de tekst blijven of je antwoord in eigen woorden opschrijven. Uh, dat hangt een beetje vanaf. Je kunt zo dicht mogelijk bij de tekst blijven, maar dan wel in je eigen woorden. Daarmee laat je wel 100% het beste zien uh, dat, uh, dat je het hebt begrepen. Er wordt een vraag gesteld over een vervroegd examen. Dat is een tricky, maar als je het dan niet haalt, verlies je wel je herkansingskans. Dus dan zou ik zeggen van nou, zorg dat je hem wel haalt. En doe dan de, als je hem de herkansing doet, kan je het jaar erop natuurlijk niet herkansen. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Gaan we naar tekst 4. Too few on film. Adapted from an article by Kevin Noble Maillard. Millard. Millard. Of zo. Um, even kijken. New York Times, 2017. Ehm... Um, nou, ik ga ervan uit, als ik het plaatje zo zie. Uh, het zijn donkere mensen, blanke mensen, verschillende huidskleuren. Dus het zou wel iets daarover gaan. Dat weet ik ook al, want ik heb tekst al gelezen. Dus <laughs> vandaar. Maar daar gaat het dus over. interracial couples, interracial relationships. Dus dat zijn relationships between uh, verschillende rassen van mensen. Wat ik een heel nare, naar iets vind om te zeggen eigenlijk, want we zijn allemaal mensen. Uh, maar goed, daar gaat het dus om. Mensen van verschillende afkomsten, huidskleuren. Daar zijn er waarschijnlijk te weinig van op film. Eh, too few. Dan um, gaan we de vraag even lezen. What is the main point? Or what is the point made about interracial relationships in mid-century rural Virginia in paragraph 1? Ook hier weer, paragraaf 1. Dus die gaan we ook even lezen. The recent drama, Loving, is about an interracial marriage and takes place in mid-century rural Virginia. But there are no burning crosses, white hoods or Woolworth counters. Witches is loving and Mildred Yeter, Or Yeter? No, I would say Yeater. A white man and African American woman kiss in public at a drag race, and no one voices disapproval. A few white spectators stare and scowl, but the couple embrace and laugh unsullied. Ok. Uh, what wou ik zeggen? Oh ja. Yeah. Dit is even belangrijk: that so you dit begrijpt. Burning Cross oh, is, oh uh, dat is niet een highlighter. Burning Cross is, White Hood, hoods and Woolworth Counters. Dat gaat dus over de Klucklus clan. Dat je dat even begrijpt. Dat is belangrijk voor een verdere vraag. Want wat betekent dat? Dat ze in die tijd dus niet, uh, dat ze daar dus niet zeg maar ineens allemaal tegen waren. En ik zie al juist de antwoorden verschijnen, dat is mooi. Gaan we toch even de opties lezen. They existed and a helped counteract racial discrimination and persecution. B used to be prohibited in certain farming areas. C were allowed only if only if there were no overt displays of affection. Or D were more or less tolerated in everyday life. I don't know what Woolworth counters are. Look it up Google. What those things are. En laat me dan even weten als je het hebt gevonden. Dus welke van deze opties uh, past hier het beste bij? Uh, ik zie al mensen een antwoord, antwoord benoemen. Dat wil ik bijna zeggen wat, het, wat ik denk dat andere mensen noemen. Maar als je niet in de chat kijkt, is dat natuurlijk niet handig. Dus iedereen even antwoorden. Wat is hier het juiste antwoord? Antwoord D natuurlijk hè. Waarom? Gaan we even kijken. Um, they existed and helped counteract racial discrimination and persecution. Nee, dat wordt absoluut niet gezegd. De, de, er wordt niks gezegd over dat ze een functie hadden of zo. Used to be prohibited in certain farming areas. Ook niet. Hè, er wordt juist gezegd. Um, kiss in public at a drag race and no one voices disapproval. Dus ook dit hier. Zegt dat er eigenlijk niks aan de hand is. En ook dit stukje met die Burning Crosses geeft dat ook aan. Dan denk je: oké, okay, als A en B niet goed kunnen, kan C dan wel? Ja, maar, eh, maar, wat is hier de caveat, of de, 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 de nou ja, het, het grote verschil? There were no overt displays of affection. Maar wat lezen we hier? Kiss in public at a drag race and no one voices disapproval. Dus dit past niet bij, bij, bij wat er in de tekst staat. Dan hebben we D. we more or less tolerated in everyday life. 100% is dat het juiste antwoord. Ja. Uh, Oké, okay, er waren lunchbanken uh, gescheiden op huidskleur. Oké, okay, dat wist ik ook niet dat dat überhaupt bestond. Amerika in de jaren... 60 jongens, of in de vorige eeuw, daar gaat het helemaal nergens over. Gaan we naar vraag 8. Which of the following fits the gap in paragraph 2? Nou kun je twee dingen doen. We kunnen zeggen we lezen alleen het laatste stukje. We kunnen voor het geheel ook zeggen we lezen even de hele paragraaf. Uh, ik denk dat we hem toch even helemaal gaan lezen. En als we lezen, dan gaan we even in kijken wat we zouden invullen. En vooral of we op zoek zijn naar een positief aantal woorden of een negatief aantal woorden. Dus zijn we op zoek naar iets wat een positieve boodschap of een negatieve boodschap overbrengt, segregation wasn't a clean divide in these communities. The drama's writer director Jeff Nichols told me. And for loving, it's true. The film about the 1967 Supreme Court case striking down laws banning interracial marriage. marriage. addresses the long-ignored topic of mixed race in America. Mixed race couples existed in America long before 1967, but the Lovings, played by Joel Edgerton and Ruth Negga, were among the first to demand official recognition through marriage. According to the codes of popular culture and the law of domestic relations, families like theirs did not exist. Sustaining the legitimacy of racial boundaries requires mm -hmm, These narrative, without policing and erasing by law and popular culture, taboos lose their authority. Oké, okay. uh, ik zie iemand zeggen dat het vastloopt, dus ik neem even een paar seconden om het even te laten laden en dan kun je zelf ook alvast even nadenken wat het juiste antwoord is. Wat denken jullie dat hier het juiste antwoord is? We zijn op zoek naar iets wat past bij sustaining the legitimacy of racial boundaries. Ja, dus we zijn iets wat, um, wat zeg maar, die narratives en die sustaining of the legitimacy of racial boundaries bij elkaar aan, ja, dat aan elkaar linkt. Zijn we dan op zoek naar focus on, identification with, knowledge about or suppression of? Gaan we even kijken wat we uh, allemaal vinden in die tekst. According to the codes of popular culture and the law of domestic relations, families like theirs did not exist. Oké, okay, dus de interracial family did not exist. Sustaining the legitimacy of racial boundaries, hè, dus het, die wetten, hè, dat moeten we blijven houden, zegt. Hè, om, om dat vast te houden. Requires mm -hmm, these narratives. Without policing and erasing by law in popular culture, taboos lose their authority. Dus als we nu ineens. Als we niet meer dat gaan handhaven en het ook niet, um, uh, en, het, en het uit de, de filmindustrie, de popular culture, kunnen halen, kunnen we die taboe ook niet overeind houden. Dus. Focus on. Um, nou, juist niet. Want we willen juist dat die. Ratio, of ze willen juist dat die. Ik zeg deze weer maar op de doek doen niet. Ze willen juist die. Uh, racial boundaries behouden. Dus dan kunnen we er niet op focussen. Identification with. Dat kunnen we ook niet doen. Want als we zeggen dat we. Uh, dat die legitimate. legitimate boundary, racial boundaries moeten blijven. Dan moeten we daar niet naar. Uh, moeten zich mensen zeggen, daar niet in. Kunnen identificeren. En de narratives, dat is wel een goede vraag. Deze narratives verwijzen naar. Even kijken. The first racial. interracial marriage. Daar gaat het allemaal over. Die interracial marriage. Dus om dat te behouden. Hè, dat, dat, dat is wat er, wat er wordt er verteld, zeg maar. En dat komt ook in die film naar voren. Maar mensen willen dat eigenlijk niet laten zien. Want die, die, inter, die, die narratives. die wil je. Uh, die wil je niet. Hè? Dat willen ze niet. En om ervoor te zorgen dat die, die wens om dat niet te hebben. om ervoor te zorgen dat dat. Uh, sustain blijft. Dat dat blijft bestaan. kan je natuurlijk niet ineens allemaal films gaan maken. met interracial couples. Hè, dat werkt natuurlijk niet. Dus. je wil juist dat dat wegvalt. En daarom is D. Suppression of. Suppression betekent dat je het onderdrukt. Die onderdrukking moet blijven. Je wil dat narratief van die interracial marriage, wil je onderdrukken. Anders houdt het niet stand dat je zegt: Nou ja, we hebben die racial boundaries. Um, en dat, dat vinden we heel belangrijk. Dus daarom is dat zo. Suppression of is hier het juiste antwoord. En waarom is het niet C? Nou ja, het heeft dus echt te maken met het feit dat die mensen in Amerika toen heel graag wilden dat mensen niet ineens die interracial koppels uh, creëerden, zeg maar. Dus dan moet je er dus voor zorgen dat dat ook niet op film komt. Dat is, dat is wat er wordt gezegd. Oké, okay. gaan we naar uh, tekst num uh, vraag nummer negen. En hopelijk beantwoord het een beetje de vraag voor uh, vraag 8. Vraag nummer 9. Which of the following is in line with paragraph 3? Nou, dat gaan we even lezen. Despite, een mooi linking word. Had, despite Loving, which drew an Oscar nomination from Ms. Nega, and other recent films, the struggle to be seen, to be seen on screen is still real. The census finds record rates of mixed marriages and relationships, but few of the couples few of these couples or their children make it to the screen. We may see a no mixed couples and families, but the anecdotal does not translate into collective visibility. Hashtag Oscar's so white is only the beginning of a conversation about diversity in Hollywood. Okay. zijn trouwens echt geweldig. Goeie uh, African-American acteurs en actrices. Um, Denzel Washington, Morgan Freeman, Viola Davis. Um, dus in dat opzicht, ja, dat zijn hele goede actrices en acteurs. Dus which of the following is in line with paragraph 3? Hollywood has taken a strong stance against all form of ethnic profiling. Oké, okay, etnisch profileren. Uh, nou, dat weet ik niet of dat zo klopt. Want er wordt niks gezegd dat dat ook al aan de orde is. Dus die kunnen we wegstrepen. Producers fear colorblind casting will harm their career prospects. Oké, okay, er wordt niks gezegd over producers hier, hè? dus ook die kunnen we wegstrepen, want er wordt niks gezegd over producers en hun, hun mening. En een beetje netjes. Representation of relationships involving couples with different skin colors in film remains rare. Oké, okay. dat lezen we hier. But few of these couples. Or their children make it to the screen. Oké. Okay. Dat is inderdaad zoals iedereen ook beantwoordt. Het juiste antwoord. The film industry has only recently realized that it can earn money by targeting black audiences. Nee. Wordt ook niet genoemd. <coughs> Pardon. Goed. Gaan we naar vraag nummer 10. How, do, how are paragraphs 4 en 5 linked to paragraph 3? Oké, okay. dus paragraaf 3 gaat erover dat die um, racial couples niet veel op de scherm komen. Dus de vraag is dan: um, hoe komt dat terug in die vorige, volgende twee paragrafen? Gaan we eens even lezen. For many years the industry forbade depictions of interracial relationships. From 1930 until the late 1960s, the Motion Picture Production Code banned vulgarity and suggestiveness so that good taste may be emphasized. The code curtailed criticism of law enforcement, marriage and public institutions and prohibited nudity, drugs and interracial couples. Okay the code reveals the systemat systematic dissemination of social and political values through entertainment film is a repository of social beliefs societal beliefs it authenticates experience archives cultural memories and suggests moral standards paired with legal pre uh, prescriptions film is a persuasive medium for administering racial convention and shaping romantic aspirations Oké. Okay. Um, nou. Hoe linken paragraaf 4 en 5 aan paragraaf 3? They counterbalance the observations presented in paragraaf 3. Uh, ik moet even orde houden, jongens. They highlight the observations presented in paragraph 3. They provide a background for the observation presented in paragraph 3. Or they put the observation in paragraph 3 in an aesthetic perspective. Nou, ik zie allemaal antwoorden voorbij komen. Dus ook hier weer: typ even je antwoord en ook waarom je denkt dat het juiste antwoord is. En als je niet weet wat een aantal van die woorden betekenen, kijk dan even in de glossary. Want counterbalance staat bijvoorbeeld in. Um, en dan weet je meteen wat dat betekent. Dus wat is hier het juiste antwoord. Oké, okay. highlight benadrukken. Dat is een, uh, ja, dat is een goede. Oké. Okay. Nou, ik zie al wat antwoorden voorbij komen. Nog niet iedereen. Uh, Oké, okay, iemand zegt wel oh, B, maar wordt hier iets benadrukt? Nou, we gaan we even kijken naar wat het sowieso niet is. De counterbalance die observations presented in paragraph 3. Gaan we even naar de glossary. Uh, even kijken, welke tekst zijn we inmiddels? Het gaat allemaal zo snel. 4. Oké, okay. uh, counteract. Oké. Okay. Tegengaan, maar dat is niet wat we natuurlijk nodig hadden. We moesten counterbalance hebben. Die heb ik hier niet staan. Oké. Okay. Nou, dat betekent dus dat ze een ander argument geven om het even in evenwicht te brengen. Maar dat wordt er niet gedaan. Er wordt hier geen ander argument gegeven. Dus die kunnen we wegstrepen. They highlight the observation presented in paragraph 3. Wordt er iets aan highlighting gedaan. Wat is de observatie? Oké, okay, Oscar, zo so white. Oké, okay. komt niet op het beeld. Um, er wordt hier niet, dat wordt niet extra aan de orde gebracht. Je zou het wel kunnen denken in de zin van: nou, ze geven hier wat geschiedenis en zo, maar past niet helemaal. They provide a background for the observation. Ja, want er wordt hier namelijk uitgelegd waar dat vandaan komt. Hoe kan dat eigenlijk dat we um, tegenwoordig niet dat op beeld hebben? Nou, door die um, motion picture production code. Dus dat is het juiste antwoord. Dan gaan we controleren of D niet het juiste antwoord is. They put the observation presented in paragraph 3 in an aesthetic perspective. Nou, dat wordt niet, het wordt niet mooier gemaakt of zo. Zeker niet. Juist het tegenovergestelde. Dus antwoord D kan ook niet. Ja, counterbalance inderdaad. Je geeft argumenten om het een beetje in, in verhouding te brengen. Heel goed. Gaan we naar vraag 11. Um, the code reveals the systematic dissemination of social and political values through entertainment. Which of the following best reflects what this means? Oké, okay. dit is een moeilijke vraag. Moeilijke vraag, want die wordt eigenlijk gezegd. Hier is een stukje tekst. Wat betekent dat nou eigenlijk? Um, dus we gaan. En. En. We hebben paragraaf 5 al gelezen. Dus we hoeven niet nog een keer iets te lezen. Dit is voor degene die net zei: hoe kom je er voor snel doorheen? Dus we kunnen alleen ons focussen op de vraag. Dus de vraag is: Films were used to. A. Give a boost to popular culture. B. Give the audience a wake-up call. C. Impose particular norms. Of D. Instigate national debates. Nou, wat denken jullie dat het juiste antwoord is? En ik denk hier dat er maar echt eentje is. ...die goed is. Dus give a boost to popular culture. He, die populaire culture, de films en zo... ...worden geboost. Give the audience a wake-up call. He, dus wordt het, wordt het publiek ergens wakker van. Worden we worden ons ergens bewust... ...van. Impose particular norms. Willen die films zeg maar bepaalde normen... Uh, ...aanhouden. Instigate national debates. Worden door die films juist... ...debatten gevoerd... En denk erom, het gaat niet om nu, het gaat om die tijd. En dan vooral die code, die Motion Picture Production Code. Ik zie al wat antwoorden voorbij komen. A en B zijn het ook hier 100% niet, hè jongens, dus die kunnen we wegstrepen. Wilde die code dan iets imposen, hè, dus een bepaalde standaard uh, hanteren, of wilde die code een. Um, um, een debat op gang brengen. The motion picture production code, which banned vulgarity and suggestiveness so that good taste may be emphasized. Het woord curtailed speelt hier ook een, uh, een belangrijke rol bij. Curtailed betekent namelijk dat je, dat je iets verbiedt en het uit, uit de weg gaat. Dus wat mocht allemaal niet meer? Criticism of law enforcement, marriage and public institution, and the prohibited nudity. Drugs and interracial couples. Dus ze mochten, die, ze mochten toen niets meer zeggen over. Ze mochten geen kritiek leveren op law enforcement, uh, marriage en public institutions. Dus je mocht niet zeggen. Um, FUCK the police of zo. So. Nee, dat mocht niet. Dus de hate you give, zoals we die, die jullie allemaal natuurlijk verplicht hebben gelezen, dat zou niet mogen in die tijd. En op basis hiervan ga ik het met iedereen eens zijn die antwoord C heeft gezegd. Impose particular norms. Um, want dat wordt ook expliciet gezegd. Hier. Film is a persuasive medium for administering racial convention, shaping romantic aspirations. Dus door middel van die film, door middel van films, konden ze toen nou, bepaalde normen vaststellen. En ik denk dat we tegenwoordig kunnen zeggen dat TikTok dat voor ons doet. Uh, dat TikTok echt bepaalde normen. Um, hanteert. 2022, tweede tijdvak. <laughs> er wordt een raketje gepakt. Is het ijs weer? Ja, ik, heb, ik ben even buiten geweest. Maar uh, het is mooi weer natuurlijk. Dus is het zonde dat we extra examens moeten doen. Ze dus moeten die dingen echt in december zetten of zo. Goed. Uh, which of the following fits the gap in paragraph 8? Nou, we hebben hier een vraag over een paragraaf. Maar we hoeven niet de rest te lezen. Dus um, gaan we even paragraaf 8 lezen. Alweer kijken wat we zelf zouden invullen. En um, gaan we daarna uh, kijken welke optie er het beste bij past. Interracial love is complicated. Is the complicated, unacknowledged silence of the American past. The overwhelming lack of these stories on screen reveals a tacit cinematic apartheid that insists upon racial separation. The absence of these accounts wordlessly mm -mm, the impossibility of integration at the most intimate personal level. It is a duty of film and art to fill these narrative voids. Okay. Um, the absence of these. Accounts wordlessly. Hmm. The impossibility of integration at the most intimate personal levels. Ik ben op zoek, zou ik zeggen, naar iets wat het bevestigt, versterkt, um, zegt dat het zo is. Dat zou ik zelf invullen. Um, gaan we even de opties lezen: challenges, uitdagen, denies, ontkennen, discredits, uh, dat het zeg maar niks meer waard is en de, de, de waarde ervan afhaalt, of validate, valideren. Ik zie al wat antwoorden voorbij komen, dus nog wel eens voor de rest. De andere 120 in deze stream. Wat is juiste, ja, jouw juiste antwoord? Ik zie iemand alweer, A, B en C zeggen, uh, don't make sense. Oké, okay. daar kan ik als docent niet mee wegkomen door te zeggen, it makes no sense. Maar ja, dat is, uh, ja, is hier wel zo. Challenges, klopt niet, past ook niet in de rest van de toon van het artikel. The noise... The um, noise, the impossibility of integration, past ook niet, want juist wordt gezegd dat die integration nog niet zo sterk is en dat het juist nodig is om daar iets mee te doen. Dus de noise kan ook niet. Discredit the impossibility of integration, ook dat wordt niet gezegd, want er wordt ook nog steeds gezegd van nou, de, de integration is nog niet compleet, dus er moet hier iets gebeuren om juist die integration op gang te krijgen. En op basis daarvan, uh, antwoord deze juiste antwoord validates. Uh, want er wordt juist gezegd van, nou, uh, er is op dit moment nog niet die volledige integratie. En omdat we dat ook niet op de film zien, wordt het ook niet bevestigd. Hè? Dat, dat, uh, het, sorry, omdat we het ook niet op film zien, wordt het ook niet weggedaan, zeg maar. Dus, uh, omdat we het niet op film zien, wordt het onmogelijk om heel persoonlijk... Op een heel persoonlijk level te integreren, namelijk je relatie, je huwelijk, je dat soort dingen. Um, dat is een vraag. En die vraag is: wat betekent tacit? Nou, gaan we eventjes een woordenboekoefening doen. Als je op zoek bent naar een woordenboek, kijk even in de beschrijving. Het is even een affiliate momentje. Als je een woordenboek koopt uit mijn link in de beschrijving, dan krijg ik een klein beetje um, winst. Je gaat niet meer of minder betalen, maar ik krijg een paar cent. Van je aankoop. Dus als je een woordenboek koopt, de beschrijving. Dit woordenboek is van Dalen. Speciaal voor school en speciaal voor het eindexamen HVO-VWO. Niet gesponsord of zo, ik heb er gewoon zelf voor betaald. Um, maar dit is dus het, het woordenboek wat ik zou aanraden. Um, dus we gaan even met z'n allen opzoeken wat tacit betekent. Pak even je woordenboek, niet Google. Echt even je woordenboek. Gaan we het even oefenen. Waarschijnlijk vind je hem best wel snel, want hij staat bovenaan bij de TAC. C is de derde letter van het alfabet. Dus dan zouden we dat moeten vinden. Um, ga ik ondertussen wat woordenboekvragen beantwoorden, terwijl ik het ook aan het opzoeken ben. Mannen kunnen geen twee dingen tegelijk doen, maar ik ga het toch proberen. Je hoeft niet per se vandalen te hebben als woordenboek, maar ik zou wel aanraden uh, om een redelijk modern woordenboek te kopen. Want. Ja, tegenwoordig zijn er zoveel nieuwe woorden in het Engels. Dan zou ik echt wel aanraden van nou, zoek een redelijk modern woordenboek. Even kijken. Ja, that's it. Heb ik het goed uitgesproken? Ja, that's it. Ja. Uh, eentje met gele bladzijden. Ja, dat is wel heel oud, zou ik dan zeggen. Tenzij het niet zo is, maar <laughs> dan, euh, Nou, goed. Als het kan, zou ik zeggen: overweeg een moderne woordenboek. Maar als je het niet kan, dan ja, moet het ook wel lukken zonder. De, het is best een moeilijke tekst, daar ben ik ook wel mee eens. Het is een moeilijk concept ook. Hè? Er worden veel verschillende dingen aan elkaar gelinkt, dus dat is wel lastig. Engels-Engels woordenboek zou ik niet meenemen. Nee, Engels-Engels woordenboek zou ik niet. Nederlands woordenboek wel meenemen, 100%. Dus een Engels-Nederlands en een Nederlands woordenboek meenemen, maar dat mag bij elk examen. Stilzwijgend heb ik ook gevonden, ja. Stilzwijgend, geïmpliceerd. Uh, tacit agreement, stilzwijgende overeenkomst. Gaan we even kijken wat er hier... A tacit cinematic apartheid. Nou, dus, dus stilzwijgend apartheid. We moeten ons eigenlijk als Nederlanders ook ergens best wel schamen... dat apartheid het meest bekende woord is in het Nederlands. Je mag wel in Engels, Engels, een Engels-Engels-Nederlands... een Engels-Engels-woordenboek meenemen, maar zou ik niet doen. Dat is totaal niet... Uh, Nutzig. Het voegt ook helemaal niks toe, zou ik zeggen. Dus als jij het leuk vindt, dan moet je het wel doen. Ja, je kan gewoon terugkijken. Je kan het gewoon terugkijken. Nou, hartstikke goed allemaal. We zijn bij tekst 5 um, en daarna gaan we een pauze houden. Nee, we doen tekst 6 en dan een pauze. Waarom zou je een Nederlands woordenboek meenemen? Dat is een goede vraag en dat ga ik beantwoorden door... Normaal gesproken, als ik vragen beantwoord, beantwoord ik met nog vagere vragen. Dat is mijn, mijn winstdoogmerk, maar ik ga hem al niet vager maken dan nodig. Als we even in de glossary kijken, dan zie je dat ik opzettelijk best moeilijke woorden heb toegevoegd. Zoals onverdorven. Wat betekent onverdorven? Het kan best zijn dat jij op je examen zit en denkt, ja, weet ik veel wat onverdorven betekent omdat je dan een klein woordenboek, een pocketwoordenboek hebt waar een aantal woorden in staan. Ja, dan is het handig als je uh, dat Nederlands woordenboek hebt. Dat je het kunt opzoeken, dat je synoniemen kunt vinden. Dus soms is een Nederlands woordenboek handig wanneer je een vertaling krijgt, maar je ook gewoon niet weet wat die vertaling betekent. En dat gebeurt, want ook ik moest een aantal keren. Ik heb het dan in een online woordenboek gedaan van Vandalen. Moest ik gewoon naar het Nederlands dikke Vandalen om te kijken wat die woorden betekenen. Zodat ik het jullie beter kon uitleggen dan. Um, ...it makes no sense. Dus daarom zou ik een Nederlands woordenboek aanraden. Ja. Gaan we naar vraag nummer uh, vijf. Nou, dit is ook iets wat er in eindexamens wordt toegevoegd... ...en ik heb voor dit jaar volgens mij... ...nou, ik wil niet zeggen voor het eerst... ...maar ik zag dat het in de HAVO ook een stukje uit een boek kwam. Dat is in elk examen zo, zit een stukje uit een boek. En mijn moeder heeft in de goede oude tijd Engels eindexamen gedaan... Heel lang geleden. Uh, heel lang geleden. En uh, hopelijk kijkt ze nu niet. Maar <laughs> toen waren eindexamens alleen maar stukken uit boeken. Dus dat is tegenwoordig heel anders. Nou, we hebben Jack of Spades. Dat is onze titel. Het komt uit een boek geschreven bij Joyce Carol Oates. En volgens mij heb ik een Joyce voorbij zien komen in de chat ook. En volgens mij is dat ook nog een oud leerling van mij. Um, nou, best een lange tekst. And we lezen even. The following text is a part of the first chapter of Jack of Spades by Joyce Carol Oates. How does the main character introduce himself in paragraph 1? Die moeten we dan even lezen. Not unlike Stephen King, who is said to have speculated that this extraordinary career might have been an accident of some kind. I've sometimes harbored doubts about my talent as a writer. I have felt guilt. The more talented, that I felt guilt. That more talented individuals have had less luck than I've had, and might be justified in resenting me. About my devotion to my craft, my zeal and willingness to work, I have fewer doubts. For the simple truth is that I love to write, and I'm restless when I'm not able to work at my desk at least ten hours a day. But sometimes when I wake startled in the night for a moment not knowing where i am or who is sleeping beside me it seems to be utterly astonishing that i'm a published writer at all let alone the generally admired and well-to-do author of 28 mystery suspense novels novels okay how does the main character introduce himself in paragraph 1 a as a dedicated worker who questions whether he deserves his present success b as a frustrated novelist Who leagues himself with likes of Stephen King. C. As an accomplished writer who deserves more praise than some colleagues are prepared to give. Of D. As an insomniac and troubled artist with more pretenses than literary capabilities. Oké. Okay. Um, insomniac is iemand die lijdt aan slapeloosheid. Nou jongens, wat is het juiste antwoord? Geef je antwoord. En probeer ook hier weer aan te geven waar in de tekst... Ik het zou kunnen vinden. Vind ik het ook wel tijd voor een um, nootje. Ik zie wat um, antwoorden voorbij, kunnen, af, voorbij komen en ik zie ook um, dat dat goed wordt uitgelegd. We gaan even wegstrepen. Dus voor zij die denken van, nou, ik, ik begrijp het niet helemaal, um, gaan we even wegstrepen. Wat we eerst even gaan doen, is opzoeken wat pretenses betekent. Dat heb ik al voor jullie gedaan, dus dat scheelt. Soms doe ik gewoon meer werk voor mijn leerlingen dan mijn leerlingen zelf. Dat is niet waar, dat is flauw. Dat is flauw. Niet allemaal cancelen nu. Uh, even kijken. Pretence, excuus. Uh, nou, dat. dat hij Er dus wordt gezegd: heeft hij meer excuses dan wat hij literary capabilities heeft? Nee. Is hij troubled? Nee. Dus die kunnen we wegstrepen. Hij is wel een insomniac nou, soort van. Niet echt? Nee. Hij is niet echt een insomniac. Say as an accomplished writer who deserves more praise than some colleagues are prepared to give. Wordt niks over gezegd. Hij is wel een accomplished writer. Dat staat er wel in. Even recht doen. Hij is wel een accomplished writer. Maar niet iemand die zegt dat hij meer praise nodig heeft. Dus ook dat klopt niet. He's um, a frustrated novelist who leagues himself with the likes of Stephen King. Uh, Oké. Okay. Hij maakt wel een vergelijking met Stephen King. Maar. Ja. Nah, nah. Is he frustrated? Weet ik niet. Dus ook B kunnen we wegstrepen. As a dedicated worker, dat staat erin. Werkt tien uur per dag. Who questions whether he deserves his present success. Dit wordt wel letterlijk genoemd. En ik zag iemand het antwoord al geven. Hier: uh, I have sometimes harbored doubts about my talents as a writer. I have felt guilt that more talented individuals have had less luck than I have had and might be justified in resenting me. Dus dat is ons antwoord op de vraag bij vraag 13. Namelijk, hij voelt dat hij, uh, min, dat, hij dat er andere mensen die beter waren dan hij meer geluk hebben gehad. Dus antwoord A is het juiste antwoord en ik zie dat uh, dat iedereen dat goed heeft uitgelegd. Goed werk. Gaan we naar vraag 14. Which of the following fits the gap in paragraph 3? Zelfde aanpak. We gaan lezen, zelf invullen, zelf kijken wat we zouden willen invullen. En dan um, kijken welke de beste opties zijn. En ook met deze linking words, ze staan in de glossary. Dus als je niet weet wat ze betekenen, kijk nu even in de glossary. Noteer het voor jezelf en gebruik het zometeen. Stel nou dat je je examen zit te maken. En je in je opties een woord tegenkomt wat je niet kent, die zoek je 100% op. Zeker als je het moet invullen. Als je de invulwoorden niet kent, 100% opzoeken, want je moet ze invullen. Dus je moet ook weten wat ze betekenen. Oké, okay, gaan we even 2 en 3 lezen. These novels, published under my legal name, known to all, Andrew J. Rush. There's another curious similarity between Stephen King and me. As Stephen King experimented with a fictitious alter ego some years ago, namely Richard Bachman, so too I began to experiment with a fictitious alter ego in the late 1990s, when my career as Andrew J. Rush seemed to have stabilized and did not require quite so much of my anxious energies as it had at the start. Mm-hmm. Jack of Spades was born out of my resentlessness, oh sorry, out of my restlessness, dat is iets anders, with the success of Andrew J. Rush. Oké, okay. moeten we invullen also, meanwhile, nevertheless of thus? Ik zie iemand zeggen dat The Guardian propaganda en satire is. Nou, oké, okay, The Guardian is geen satire en ook geen propaganda, dus dat is niet, uh, dat is niet waar. Het is wel handig als je weet dat het een Brits artikel is of zo. Dat, nou ja, dat, dat helpt altijd wel. Nou, ik zie wat opties antwoord D voorbij komen. Um, dat, um, dat klopt. Gaan we even kijken waarom dat zo is. Gaan we naar de glossary. Even kijken. Hij geeft een gevolg aan. Daar ben ik het ook mee eens. Uh, ik zou zo so, Ja, zo so en dus is ongeveer hetzelfde. Gaan we even kijken. Hier is dan een linking word met uitroeptekenen. Uh, ook bovendien eveneens insgelijks. Ondertussen, terwijl en intussen. Niettemin, desondanks toch en even goed. En al dus, zo, dus bij gevolg. Um, dat betekent dat inderdaad, dus hier het juiste antwoord is. Ja, helemaal mee eens. En het antwoordmodel model ook. Ook gelukkig. Dus dat scheelt. Meanwhile, gaan we even kijken wat het ook weer betekende. Zou ik niet invullen. Ondertussen, want. Even kijken. Er wordt niks gezegd over dat terwijl iets anders aan de gang was, hij iets anders ging doen. Hij maakt wel de vergelijking met Stephen King en zegt, nou daar had hij best succes mee. Dus ik wil dat het ook proberen, zegt hij. Nou, dat is hier. Uh, dat is niet aan de orde als we zeggen meanwhile. Dus dat zou niet kunnen kloppen. Antwoord D is het juiste antwoord. Gaan we naar vraag 15. Geef aan de volgende beweringen aan of ze overeenkomen met de inhoud van alinea 4 en 5. Noteer wel of niet achter elk nummer op het antwoordblad. Ook dit, lieve mensen. Niet moeilijker maken voor je docent. Gewoon 1 schrijven: wel. 2 wel. 3 niet. Of wat het ook is. Niet alinea's of ja, nee of juist onjuist. Gewoon wel niet. Ja, staat er juist onjuist, of juist onjuist. Dus dat is wel belangrijk. Wat we gaan doen voor het beantwoorden van, deze soort van dit soort vragen, dus deze vraag specifiek, we gaan even de paragrafen lezen en dan gaan we ze bij langs om te kijken of het erin staat. Dus dat gaan we even doen. Uh, initially, hè, dat is een mooie, mooie linking word, I thought that I might write one. Possibly, t oh, that's forget, forget the intonation. I thought I might, I might write one, possibly two novels as the cruder, more visual, more frankly horrific Jack of Spades. But then, ideas for a third and a fourth and eventually a fifth pseudonym novel came to me, often at odd hours of the night. Waking to discover that I'm grinding my back te teeth, or rather my back teeth are grinding of their own accord, and shortly thereafter, an idea for a new Jack of Spades novel comes to me. Not unlike the way in which a message or an icon arrives on your computer screen out of nowhere. While well, Andrew J. Rush has a Manhattan literary agent, a Manhattan publisher, an editor, and a Hollywood agent with whom he has long been associated, so too has Jack of Spade has a less distinguished Manhattan literary agent, a less distinguished Manhattan publisher and editor, and a virtually unknown Hollywood agent. With whom he had been associated for a shorter period of time. But while Andy Rush is known to his literary associates, as to his neighbors and friends in Harberton, New Jersey, no one has ever met Jack of Spades, whose noir thrillers are transmitted electronically and whose contracts are negotiated in a similar impersonal fashion dust jacket photos of andrew j drush show an affably smiling crinkly-eyed man with a receding headline, hairline against a background of book crammed bookshelves who more resembles a high school teacher than a best-selling mystery writer no photos of jack of spades exist at all it seems and where you would expect to see an author photograph on the back cover of his books there is startling black blankness okay Moeilijke constructies de hele tijd, waardoor je heel lastig dat voor kan lezen. Ondanks dat ik vanochtend lectures heb zitten oefenen. Nou, uh, jullie ook. Nummer 1 tot en met 4 in je chat. En geef aan of ze er worden genoemd, ja of nee. 1. The Jack of Spades novel are more vicious and violent than the books Andrew J. Rush puts his, his true name on. Vicious, violent, opzoeken wat dat betekent. The ideas of the Jack of Spades novels seem to unexpectedly materialize in the writer's mind. Okay, opzoeken. Materialize, optik dat. Andrew J. Rush tries to keep his alternative writing career separate from the works published under his own name. And the photo that will be used on the back of Jack of Spades novels is one of Andrew J. Rush wearing an arresting disguise. Laten we eerst beginnen met vicious en violent. Nou, violent betekent gewelddadig. Vicious betekent. Oké, okay, heb ik weer eens niet opgezocht. Misschien in een andere tekst. Nee. Oké, okay, dus vicious heb ik niet opgezocht. Maar dat betekent uh, gemeen. Dus dat kunnen we ook even opzoeken. In het woordenboek gaan we even doen terwijl jullie aan het typen zijn. Wat betekent. Vicious. Even kijken wat het woordboek zegt. Vreed, boosaardig of gemeen. Gevaarlijk. Weerspanning, van dieren. Okay. Volkuren, paard. Okay. Uh, hevig. En gewelddadig. Oké, okay, iets met gewelddadig en boos en zo. Dat is gemeen. Dan ga ik hem even toevoegen. Okay. Materialize had ik volgens mij ook opgezocht. Maar die staat er niet tussen. Oh, hier. Te materialize. Verwezenlijkt worden, werkelijkheid worden. Nou gaan we kijken naar de opties. En ik ben het eens dat antwoord 4, dat optie 4, 100% niet genoemd wordt. Want het, komt in, of het wordt niet genoemd. Het komt niet overeen met de inhoud. Want wat staat er hieronder? No photos of Jack of Spades exist at all. It seems in where you would la. Dit stukje bevestigt dat 4 niet klopt. Gaan we naar de eerste. The Jack of Spades novels are more vicious, gemeen, gewelddadig, violent, gewelddadig than the books Andrew J. Rush puts his name on. Gaan we controleren. Er wordt namelijk wel iets over gezegd. En dat vinden we hier. Initially, I thought that I might write one, possibly two novels as the cruder, more visceral, more frankly horrific Jack of Spades. Oké, okay, dus hier hebben we iets wat bevestigt optie 1. Wat bevestigt optie 1 erin staat. Dus optie 1 wordt bevestigd met het eerste zinnetje van de linia 4. Dus die is wel. The idea for Jack of Spades novels seemed to unexpectedly materialize in the writer's mind. Okay. But then ideas for a third, a fourth, eventually a fifth pseudonym novel came to me, often at odd hours of the night. Waking to discover that I'm grinding my back teeth, or rather, my back teeth are grinding of their own accord, and surely thereafter a new idea for Jack of Spades comes to me. Not unlike Let's can of got the dog up I Yeah, not unlike the way in which a message or an icon arrives on your screen out of nowhere. Dit stukje hier bevestigt dit hier. Oké, okay, dus dat klopt ook. Andrew J. Rush tries to keep his alternative writing career separate from the works published under his own names. Ook dat lezen we in deze paragraaf en dat lezen we vooral heel paragraaf 5. Maar ook specifiek. Even kijken hoor waar dat staat. Hier. Ja. Are transmitted electronically. Waarschijnlijk via e-mail. And whose contracts are negotiated in a similar, impersonal fashion. Dus ook hier gaat het erom. Het wordt niet. Uh, er worden twee verschillende dingen genoemd. Waarom klopt optie 2? Omdat er hier wordt gezegd. Uh, een idea for a new Jack of Spades novel comes to me. Unlike the wish a messenger icon arrives on the computer screen out of nowhere. Dus dat bevestigt optie 2. He, dus het komt onverwachts bij hem. Uh, hij krijgt dat idee uh, automatisch, zeg maar, boop, uit zijn hoofd. Qua punten is het niet zo heel ingewikkeld, gelukkig. Uh, maar toch moest ik, toen ik examens aan het nakijken, was altijd echt de honderdduizend keer dat. Uh, dat doen. Je kunt twee punten krijgen. 4 goed is 2 punt. 3 goed is 1 punt en minder dan 3 goed is 0 punten. Ja. Oké. Okay. Vraag 16. Oh that is not romantic. Oh, Aldus nog één vraag, waarom klopt 3? Dat lees je op dat stukje wat ik hieronder heb gehighlight. No photos of tax paid. Uh, sorry, wat? Nee, dat klopt niet wat ik zeg. Dat is de laatste. Drie, dat zie je in. Thrillers are transmitted electronically. And whose contracts are negotiated in a similar, impersonal fashion. En um, ook hier. With whom he has been associated for a shorter period of time. En er wordt ook hier echt duidelijk. Um, gezegd dat hij niet contact heeft met dezelfde mensen... en dat alles anoniem doet via de e-mail. Dus niemand heeft Jack of Spades ooit gezien. Ja. <coughs> What is not romantic? Nou, gaan we even lezen. Paragraaf 7. Hier zie je ook weer, paragraaf 6 hoeven we niet te lezen. Paragraaf 7 wel. Alternatively... An equally persuasive Jack of Spades has been identified as a criminologist, a psychiatrist, a professor of forensic medicine, a retired homicide detective, a retired pathologist who lives variously in Manhattan Montana, Maine, upstate New York, and California, as well as New Jersey. Jack of Spades has also been identified more is most irresponsibly as a habitual criminal. Possibly a serial killer who has committed countless crimes since boyhood, without being apprehended or even identified. Invariably, his true name, like his whereabouts, is unknown. No one wants to think that Jack of Spades is only a pseudonym. Indeed, of a best-selling writer who is not a criminal at all, but a very responsible family man with a and a civic-minded citizen. That is not romantic. Okay. Wat is niet romantisch? Nou, als we het stukje ervoor even lezen, er wordt eerst gedacht dat hij een soort crimineel is, een soort retired detective, een psychiatrist, een professor. Maar uiteindelijk blijkt hij gewoon een family man te zijn. Uh, waarschijnlijk in een Honda Civic of zo, of in een uh, Ford Focus als auto. En dat is totaal niet romantisch. Het is gewoon een hele simpele man. Dus dat is niet romantisch. Nou, what is not romantic? That Jack of Spades is in fact. A figment of the author's imagination. A policeman who wants to stay anonymous. An unpleasant rather and rather violent person. An upstanding and law abiding individual. Nou, welke van deze opties is het juiste antwoord? Ik zie al wat antwoorden voorbij komen. En het mooiste zou zijn als je kunt aantonen waar je je antwoord vandaan hebt. Waar heb je je antwoord vandaan? ben ik het helemaal mee eens. De zin voor that is not romantic bevestigt antwoord day. No one wants to think that Jack of Spades is only a pseudonym, indeed of a bestselling writer, who is no criminal at all, but a very responsible man and a civic-minded citizen. Ja. He is no criminal at all. Gewoon a civic-minded citizen met een Um, and a an responsible family man. That is not romantic. And law abiding betekent dat je je aan de wet houdt. Law abiding. Gaan we naar vraag 17. Which of the following fits the gap in paragraph 8? Nou, dan gaan we dus weer lezen en zelf invullen. Um, it has been increasingly difficult to. Uh, mm -mm, especially in a hyper-vigilant era of electronic spying. But through four novels of, by Jack of Spades and negotiations for the fifth, I have managed to maintain a distance between Andrew J. Rush and Jack of Spades. Okay, what gaan we invullen? Now, difficult. Uh, increasingly difficult to something. Especially in a hyper-vigilant era of electronic spying. Oké, okay, dus omdat zoveel dingen online zijn, zoveel dingen zijn digitaal, is het moeilijk voor hem om iets te doen. Gaan we even lezen. A, come clean about Jack's true identity. Nee, dat past niet bij het woord manage to, bij manage to maintain. Dus A gaan we gelijk wegstrepen. Want als hij het heeft kunnen maintainen, vasthouden, dan is hij nooit uitgekomen. For Jack's true identity. B. Control rumors about my past. Nou, er wordt niks verteld over zijn verleden of iets dergelijks. Dus ook dat kunnen we wegstrepen. Keep such a complicated secret. Dat zou best goed kunnen. Hè, want het geheim bewaren in die hypervigilant era of electronic spying. Of D, Stop the spread of fake information. Zou kunnen. Zou kunnen. Aan de hand van datgene wat we ervoor hebben gelezen. Namelijk al die dingen die mensen denken dat hij, zei, hij is. Maar. Maar. Um, het stukje daarna zegt. Manage to maintain a distance. Dus dan heeft het verleden of die fake information geen invloed gehad of iets. Dus dan kun je dat niet beantwoorden. Dus dan is antwoord C hier het juiste antwoord. Antwoord C. Keep such a complicated secret. Antwoord C. Oké, okay. hartstikke goed allemaal. Goed bezig. Uh, we zijn wel van 150 terug naar 76 mensen gegaan. Dat is wel uh, bijzonder, maar dat geeft niets. Goed, gaan we naar... Uh, even kijken hoor. Ook bij wel-niet-vragen zou ik absoluut eerst de tekst lezen. Ja, Alsof, eerst de, de op de, je leest de, de wat ze willen weten. Dus tekst waar het over gaat. En dan... Um, dan lees je de uh, mogelijkheden. Ja. Want anders ga je te veel zoeken... en dan kun je best... Um, nou, door de war, in de war gebracht worden. Gaan we naar tekst 6. En tekst 6 gaat over Wolf Hall. En het grappige is dat in het eerste tijdvak examen... zat ook een tekst over Wolf Hall. Uh, van het jaar daarvoor. Dus in 2000. Um, in 2000... Uh, wat was het? Wat is dit? 2021. Er zat ook een tekst over uh, Wolf Hall. Na tekst 6 hebben we onze pauze... want dan zijn we over de helft. Ik denk kunnen we mooi even uh, pauzeren. Wolf Hall, a review. Nou, een review. Um, daar verwachten we iets van een mening. We verwachten argumentatie. We verwachten een samenvatting. Allemaal dingen die in een review passen. Ehm... Um, Gaan we naar vraag 18? Gaan we even lezen. Zijn er zijn ook verder geen plaatjes bij of iets. Uh, what is the surprise? Then you were in for a rather a surprise. Gaan we even lezen wat er in de tekst staat. If the fact that BBC Two has managed to squeeze the 1,100 pages of Hilary Mantel's Wolf Hall and its sequel, Bring Up the Bodies, into only six hours of television, led you to expect just another fast-paced TV romp through Tudor history. Then you were in for rather a surprise. With all the advanced fuss, the opening episode might have been forgiven for trying too hard in the quest to make a big and obvious splash. In the event, what we got was something far more subtle and unhurried, but that still ended up packing an impressive dramatic punch. Okay? What is the surprise? And for all last stukje, denk ik. The opening episode of BBC Two's series Wolf Hall flew a dizzying speed through life events from the past, has a pleasant, both a pleasantly measured tempo and gripping narrative, has brilliantly captured the somber tone of the novel it is based on, of day, turned out to be more pro provocative and sensational than anticipated. That's oh, well a mooi dit? Wat That is your juiste antwoord? Graag gedaan, als je uh, de stream nog steeds handig vindt en hebt overleefd. Uh, doneer een kopje Starbucks koffie. Of twee keer vijf witte boterhammen. Of Halve Viper. Met de tikkie in de beschrijving. Dat is superduper tof als je dat doet. Hoeft natuurlijk niet. Want ik geloof echt: school moet gratis zijn voor iedereen. Nou, gaan we even de opties bekijken. Um, wat sowieso niet klopt, is A. Ah, flew with Dizzying Speed. Want er wordt gezegd in die tekst um, dat dat niet gebeurd is. Dus with all the advanced fuss, the opening episode might have been forgiven for trying too hard to quest, blabala. Maar er staat in the event: we, we got with something far more subtle and unhurried. Dus dan past, past Dizzying Speed daar niet in. Um, dat klopt dus niet. Je verwacht dat het zou zijn, maar dat klopt dus niet. B. Has both a pleasantly measured tempo and a gripping narrative. Ja. Yeah. Um, Subtle so and unhurried. But it still ended up packing an impressive dramatic punch. Ik denk dat die wel past, hè? Gripping narrative. C. Has brilliantly captured the somber tone of its novel. Er wordt niks gezegd over de, oh, over de toon van het boek. Dus die klopt niet. Die gaan we gelijk wegstrepen, even als dat we A gelijk hebben weggestreept. Um, en dan hebben we ook nog D turned out to be more provocative and sensational than anticipated. Er wordt niks gezegd over dat het iets dat het provocatief was of zo. Dus ook D kunnen we wegstrepen. En dat betekent dat antwoord B hier het juiste antwoord is. Antwoord B. En dat hadden de meeste zie ik wel oké. Okay. Um, D zou je kunnen zeggen dat dat kan. He, omdat de andere twee dan ook. Oh, A en C kloppen sowieso niet. Maar er wordt niks gezegd over sensatie of zo. Meer een dramatic punch. He, zo van, oh, dit is wel mooi. Dus dan zou je kunnen zeggen: ja, misschien is dat wel sensational. Provocative wordt 100% niet genoemd. Dus die kun je. Dat, dat past sowieso niet bij de, uh, bij de tekst. Wat betekent provocative? Provocative betekent dat je. Uh, nou, toch iets probeert los te halen of zo. Dus die klopt niet. Ja. Gaan we naar vraag 19? Als er geen vragen zijn over vraag 18. Which of the following becomes clear about Peter Kon Kosminski in paragraph 2? Gaan we even lezen? The director, Peter Kosminski, is best known for contemporary political dramas, the government inspector, the promise, that generally attract the word controversial. Oké, okay, dus hij maakt controversial stuff. Yet, oké, okay. yet, linking word. While the politics here are easily as juicy as anything in the modern world, he observes the conventions of historical drama with more care. With some care, episode one even began in a classic way, with a caption explaining the background. It's 1592. Henry VIII is on the throne. On the throne, and then some blokes on horseback galloping across the countryside as a series of impeccably stary actors' names appeared on screen. Okay. Which of the following becomes clear about Peter Kosminski in paragraph two? He chose to adhere to the traditional way of setting the stage when directing Wolf Hall. Okay, adhere betekent dat je ergens aan vasthoudt. He only agreed to direct Wolf Hall if he was allowed to hire a cast of famous actors. He succeeded in directing Wolf Hall without any major mishaps, despite his difficult reputation. He was the most obvious choice. He was the most obvious choice to direct Wolf Hall because of his earlier experience with realistic fiction. Oké, okay. wat denken jullie dat hier het juiste antwoord is? Even kijken, ik dacht A, maar door yet denk ik D. Gaan we kijken. He was the most obvious choice to direct Wolf Hall because of his earlier experience with realistic fiction. Oké, okay, dus het woord yet brengt je op het verkeerde been. Gaan we even kijken. While the politics here are easily as juicy as anything in the modern world... ...he observed the conventions of historical drama with some care. Ik denk juist... ...juist dat die Jet antwoord A bevestigt. He observes the conventions of drama... ...historical drama with some care. Ja. Yeah. En dan heb je het zinnetje... ...episode one... Even began in the classic way. Bevestigt ook antwoord A. Ja. Er wordt ook zeg maar niks gezegd over het feit dat hij dat moet regisseren. Juist omdat hij dat eerder heeft gedaan of zo. Er wordt wel gezegd dat hij... He's best known for contemporary political dramas. The Government Inspector, The Promise. Dus um, hij heeft al eerder... Die, hij, heeft eerder, hij is voor bekend door de moderne political dramas. En nu gaat hij iets ouderwets doen. Um, hij gaat niet iets controversieels maken, maar hij blijft juist bij de, de, de traditionele manier van dit maken. Dus daarom is antwoord, D, of antwoord A hier het juiste antwoord. En D dus niet correct. Nou, en die andere twee, B en C, zijn echt de duidelijke foute antwoorden. Want hij heeft geen difficult reputation. Hij heeft ook, er wordt ook niet gezegd dat hij alleen een cast. alleen zou doen als hij een dure, een famous cast mocht aannemen. Dus ook dat klopt hier niet. Tijdens het nabespreken van deze herkansing. Heb ik, um, zei ik dat ik dit een lastige tekst vond. omdat hier wel enigszins wat kennis nodig is. over de geschiedenis van Engeland. Nou, niet heel erg. Maar het is wel handig als je weet dat Thomas Cromwell... op een gegeven moment een, een, een Cromwellian-periode heeft ingeleid... waarin er geen koning was, maar een, een soort president. Dus Dat is wel toen Engeland een republiek was. Dus dat is wel handig om te weten. Uh, gaan we naar vraag 20... En er wordt gevraagd als je ergens een voor moet invullen, is het dan handig om eerst de antwoorden zelf te bedenken en dan naar de antwoorden te bekijken. Ja, ik zou gewoon eerst invullen wat jij denkt dat zou passen. Um, dus welk antwoord past hier het beste bij? Dan ga je even zelf inschatten wat het is. En um, dan ga je, als je het zelf hebt ingevuld, kijken van nou, welk antwoord zou ik hier invullen. Oké, okay. The Whispering Question was Thomas Crom Cromwell. How can Thomas Cromwell be characterized best judging from how he is introduced in paragraph 3? Okay, gaan we het paragraaf 3 lezen. And tegen wat ik eerder gezegd in, ook paragraaf 4. Want ik heb het gevoel dat het wel belangrijk is. The Gallopers destination was York Palace. A uh, York place, sorry. Where they would come on the king's behalf to remove the seal of office from Cardinal Wolsey. Jonathan Price a surprisingly twinkingly cardinal took the news with benevolent resignation, until a shadowy figure showed up at his side and whispered into his ear legally that legally, the seal could only be given to the master of the rolls. Did you know that Worsley asked him admiringly, when the men retired, temporarily defeated, or did you make it up? Okay, is that echt of heeft het bezonnen? The whisperer in question was Thomas Cromwell. Mark Rylance, who as Putney, uh, sorry, who as we know, who as we know, not at least thanks to Hilary Mantel, rose from the back streets of Putney to wield a degree of power that today's politicians would could never dream of. Yet one of the huge strengths of his first episode was that at this stage Cromwell couldn't dream of it either. There was no nonsense here about a man of destiny marked down for greatness. Instead, as the program mirrored Mantel's own time shifts with an artful if slightly confusing set of flashbacks, he spent much of the time being entirely peripheral to the grand affairs of state happening off stage. Okay. How can Thomas Cromwell be characterized best, judging from how he is introduced in paragraph three? A. As ambitious, B. As devious, C. As insignificant, or D. As thoughtless. Okay. Ambitious is ambitious. Devious betekent een beetje sluw, een beetje gemeen. Insignificant als nou, niet belangrijk. Of d as thoughtless, dus dat je daar niet over dat hij zeg maar zonder denken handelt. Goeie vraag. Wat denken jullie dat het juiste antwoord is? En als je niet weet wat de woorden betekenen, zoek ze even op. As ambitious, as devious, as insignificant of As thoughtless. Ga ik even een leuke interactievraag doen? Om even ons weer uit die. Um, nou, een beetje uit de saaiheidssleur te halen. Ik zie al wat antwoorden voorbij komen. De vraag die ik ga stellen is... hoe ben je deze examentraining tegengekomen? Op TikTok of misschien op YouTube zelf. Misschien heb je um, iets anders waar je het hebt gevonden. Dus laat even weten waar je het vandaan hebt. Ga ik ondertussen naar het uh, juiste antwoord. Het is hier B, devious, want... Hij wordt een beetje, um, nou, een beetje als, als gemeen neer, als een beetje sleuw neergezet. En je ziet ook hier. Even kijken hoor. Ja, uh, yeah. did you know that or did you make it up? Dus hij, hij wordt een beetje, um, nou, een beetje sliuw neergezet. En shadowy figure, ook een beetje, nou. Een beetje, zeg maar, achter, uh, een beetje achtergesteld. Je zou kunnen zeggen, dat, daar ben ik even in gestonken, dat ambitious hier zou kunnen. Maar dat komt vooral omdat ik dacht, ja, Cromwell wilde het koningshuis omvergooien, Dus ik dacht, nou ja, dan is dit een, een eerste stap van het zijn ambitie. Maar ja, dat is natuurlijk niet duidelijk in paragraaf 3. Dus antwoord B, devious, is hier het juiste antwoord. Antwoord. Oké, okay, gaan we naar vraag nummer 21. Ik um, hey, ken die docent niet eigenlijk. Nee, ik zal even kijken. Ik heb wel een docent die mij ging berichten. Een docent die slided, slid in my DM. Dus misschien is dat je docent wel. Vraag 21. What can it be concluded about Thomas Cromwell from Paragraph 4? Die hebben we al gelezen. Dus dan kunnen we hem proberen te beantwoorden. His active dislike of the politics of Henry's court was a hindrance to his career. A hindrance staat in the glossary. His most important talent was his instinctive understanding how to navigate complex political situations. Ok. Uh, what betekent peripheral? Um, Hebben die al gehad, dat woord? staat so dat in de tekst? Misschien. Ga ik zo even voor je kijken. Kan je ook even opzoeken, hè? Jongens, opzoeken in het woordenboek. Hetzelfde woordenboek. Peripheral. Doe maar opzoeken. Um, say in an age of self-interest, his motives for engaging in politics were driven by altruism. And altruism is echt een mooi woord wat we even moeten uitleggen. There were no indications that he would become one of the most important politicians of all time, of his time. Um, Oké. Okay. Now, veel very leuke reacties op de vragen en antwoorden. Nou, uh, wat is het juiste antwoord? Ah, His active dislike of politics. Of Henry's court was a hindrance to his career. His most important talent was his instinctive understanding of how to navigate complex political situations. In an age of self-interest, his motives for engaging in politics were driven by altruism, and there were no indications that he would become one of the most important politicians of his time. have another glossary. Uh, hier is peripheral, ondergeschikt. Heb ik, uh, heb ik hem neergezet als. En ik heb hier ook altruïsme voor jullie opgezocht. Een levenshouding van iemand die zijn handelswijze laat bepalen door de belangen van anderen. Nou, altruïsme is een begrip wat volgens mij best wel vaak op het examen voorkomt. Een beetje als abstract denken is ook een begrip wat vaak terugkomt. altruïsme is eigenlijk dat je alles doet zonder dat je daar zelf van profiteert. Nou, Even een voorbeeld. Stel nou dat ik op YouTube zou zitten... en zoals nu, en ik zou geen uh, reclameinkomsten krijgen... zou ik deze examentraining doen puur vanuit altruïsme. Puur omdat ik denk, dit is beter voor jullie. Nou, Natuurlijk is dat ook zo. Maar ja, ik krijg het toch wel wat terug uh, uit die reclameinkomsten... de woordenboeken, de vijf witte boterhammen, enzovoort, enzovoort. Dus er zit ook wel een beetje gewin in voor mezelf... En het is natuurlijk leuk om zo allemaal leerlingen te leren kennen. Was dat niet zo, dan was het een pure form of altruïsme. Namelijk, jullie belangen alleen en niet mijn eigen. Dat is altruïsme. Komt we denk ik ook wel voor dit keer. Nou, wat is dan het juiste antwoord? Uh, antwoord D inderdaad. Want A staat er niet in. B staat er ook niet in. Niet specifiek, althans niet dat het zijn his most important talent was. Dus die staat er niet in. C. In an age of self-interest, his motives for engaging were driven by altruism. Nou, het staat absoluut niet dat hij het als een soort altruïstisch doel had of zo. Het ging echt, hij wilde, hij wilde de koning worden van Engeland, als het ware. Dus antwoord D is het juiste antwoord. En het staat hier ook. Even kijken hoor. Uh, even kijken. There was no nonsense here about the Man of Destiny. Markdown for greatness. Ja, dat zou het kunnen zijn. There was no nonsense here about the Man of Destiny, Markdown for Greatness. Ja. Oké, okay, daar hou ik jullie aan hè, als je voldoende krijgt. Dus uh, ik verwacht dat jullie dan ook uh, maandagavond om 8 uur weer hier zijn voor de nabespreking. En dan uh, met mijn N-term verwachting. Oké, okay, we zijn er bijna doorheen voor de pauze, dus nog drie vraagjes. Which uh, geeft aan van de volgende beweringen of ze overeenkomen met de inhoud van linia 5 en 6. Dus die moeten we even lezen. It is often said that the test of a good actor is that you can tell what the character is thinking. What makes Ryland's performance so riveting, though, is that you can't. Why, for example, did Cromwell stay so loyal to Wolsey even after the Cardinal's failure to get Henry a divorce had made him an enemy of the King? Was it simply out of decency, or was he cunningly playing the longer game? What, in short, was he up to and why? Again, it seems a key strength of Wolf Hall that we might never get a definitive answer, just a series of intriguing possibilities the mysteriousness this mysteriousness was also given a more literal form by the fact that we had to peer at many of the seams through candlelight which made them suitably, suitably shadowy faintly sinister and let's face it quite hard to see even so one undoubted gift that cromwell did, was, did possess was the ability to disconcert whomever he was talking to however powerful at times he almost felt he felt almost like a Tudor version of Raymond Chandler's Philip Marlowe, complete with laconic wisecracks and a distinct lack of respect for his supposed betters. Okay. Now, um, what is here? Welke van deze opties is hier het juiste antwoord? We have here A1. Mark Rylance portrays Thomas Cromwell as an inscrutable man. Okay, then we eerst know what inscrutable betekent. Two. every episode ends with a tantalizing cliffhanger. Okay. The is used while filming adds to the atmosphere of secrecy and danger. Of fear. The series is the more enjoyable for containing some hilarious scenes. Okay. inscrutable. Heb ik natuurlijk al voor jullie opgezocht, maar ook weer even een woordenboek oefening. Dus pak even je woordenboek erbij. En laten we even inscrutable opzoeken. Nou, dan gaan we natuurlijk A EFG. C D, e, F, G, H, I, J, H I J K. Oké, okay, H I J K. En als je dit woordenboek hebt wat ik uh, heb aangeraden, dan heb je ook dat de letters worden lekker groot, kan je het zien? Ja, lekker groot in groen aangegeven. Dus dat maakt het opzoeken wel een beetje sneller. Ik zag iemand ook op een eindexamen waar ik moest surveilleren. Die had alle letters met sticky notes aangegeven. Dat vond ik best handig. Vond ik best slim bedacht. Inscrutable. Nou, eens even zoeken. Dit is index. Dan zijn we er nog niet. Terwijl jullie alvast kunnen typen wat je antwoorden denk te zijn. QRST, dus de, voor de T. In sure, insane. Inscrutable. Ondoorgrondelijk of raadselachtig? Oké. Okay. Ondoorgrondelijk of raadselachtig. Nou, die staat gelukkig hier ook in de glossary. En jullie hopelijk hebben jullie hem zelf ook opgezocht. Inscrutable. Nou, uh, wat verwachten jullie als juiste antwoord? Ik ben het eens met één een wel. Every episode ends with a tantalizing cliffhanger. Nee, dat wordt absoluut niet genoemd. Um, the lighting, as used when filming, adds to the atmosphere of secrecy and danger. Ja, dat staat er wel in, hè? Dat is dat stukje met die kaarsen. And the series is all the more enjoyable for containing some hilarious scenes. Er wordt niks gezegd over hilarious scenes. Dus dat klopt niet. Dus het antwoord is hier wel, niet, wel, niet. Wel, niet, wel, niet. Het is niet echt danger. Nou, nee, dat klopt niet. Het is wel danger bij drie, hè. Sinister, shadowy. Um, dit stukje hier, dat bevestigt wel dat het echt een beetje... Nou, Gevaar in zitten. Er wordt niks gezegd over een cliffhanger. Dus dat kunnen we ook zeggen dat het niet is. Um, nee, er wordt niks gezegd over hoe de, hoe de aflevering eindigt of zo. Dat staat er niet in. Um, zullen we eens ook even sinister opzoeken? Want het zou best goed zijn dat dat dan het woord is wat hier het verschil maakt. Dus dan gaan we even snel sinister opzoeken. En kijken of het misschien te maken heeft met een andere betekenis van het woord sinister. Even kijken. Ik zie wel sins staan, sing-along. Even kijken. Even kijken. Sin, sinless. Hier, sinister. Boosaardig aardig, ongeur, onheilspellend, duister, sinister. Ja, onheilspellend zou ik hem, uh, zou ik zeggen dat het wel het gevaarlijk opvat. Even uh, kijken, okay, serious intriguing possibilities. Het koppen van een cliffhanger, omdat je nooit een antwoord krijgt op je vraag. Dat is niet dan. Um, it seems a key strength of wolf Hall is that we might never get a definitive answer. Ja, kan. Maar um, het gaat hier niet om de aflevering. Hè? Want er staat in dat every episode ends with a cliffhanger. Hier gaat het meer. Dat je dat in het algemeen hebt. Dat het, in het algemeen heb je die cliffhanger or not definitive answers. Dus um, ik denk dat dat het verschil maakt. Ja. Dus het gaat echt om, de hele serie is een beetje dat sinister. Dat uh, um, intriguing possibilities never a definitive answer. Instead of een um, um, aflevering. Um, gaan we naar vraag 23. what is the purpose of the example of cromwell meeting henry in paragraph 7? Um, he even employed the same tactics when, with around five minutes to go, he and we finally got to meet henry and cheekily mocked his wars in france. fortunately, like anybody else, like everybody else, henry, damien lewis, Seemed tickled to be so comprehensively wrong footed as he walked away from the king, and as he walked away from the king, Cromwell permitted himself a telling little smile. What is the purpose of the example of Cromwell meeting Henry in paragraph 7? It accentuates that Cromwell was not afraid of making unsettling remarks to those in authority, it emphasizes that Cromwell was an expert at ingratiating himself through flattery. It illustrates that Cromwell's extensive knowledge of warfare had earned him his career. It proves that Cromwell was well aware of the fact that he needed the support of the crown. Okay, mooi vraagje weer. Wat zouden jullie antwoorden? A, B, C, of D? Accentuates was not afraid of making unsettling remarks. Emphasizes what a beetje itself the betekent als accentuates, alleen dan op een iets andere manier. Dat Crom was een expert as ingratiating himself through flattery. Gaan we even opzoeken wat ingratiating betekent. Ook dat is weer een mooie oefening voor jullie. Terwijl je even nadenkt over wat je juiste antwoord zou zijn. Ingratiating, innemend, vlijend. Oké. Okay. Um, zichzelf een beetje, nou. Een, een, uh, een, uh, ja, een beetje de lucht in praten, zeg maar. Zichzelf een beetje nou, pochen. It illustrates, dus iets laat zien. Cornwall's extensive knowledge of warfare. And it proves that Cornwall was well aware of the fact. Oké. Okay. Nou, we hebben hier een aantal opties die gewoon niet kunnen. <laughs> Namelijk. Uh, knowledge of warfare, dat is fout. Uh, he needed support of the crown, dat wordt ook niet genoemd. En de, de woorden die wel genoemd worden in de chat, ben ik het ook wel mee eens. Wrong-footed is absoluut hier een cruciaal woord: namelijk dat je op het verkeerde been wordt gebracht. En op basis daarvan ben ik het ook eens dat antwoord A het juiste antwoord is. De andere drie kunnen ook gewoon absoluut niet, hè. Ingratiating, dat wordt niet genoemd. Hij is niet zichzelf de lucht in aan het praten, van het vleien of wat dan ook. Dus dat is niet aan de orde. Gaan we naar de laatste vraag. Maar eerst de vraag: waarom heeft Engels daaruit zo'n lage N-term? Dat ligt aan jullie. Want iedereen is zo goed in Engels in Nederland, in Nederland dat het examen gewoon heel goed gemaakt wordt. Dat ligt niet aan ons docenten, want bij Engels leer je niet zoveel dat je zegt van nou ja, dat is er. Het. het komt puur dat jullie allemaal zo goed zijn in Engels. Gemiddelde van VWO is vorig jaar ook 7,2. Havo 7,3 en VMBO 6,8. Dus ook dit jaar zou het wel rond dat gemiddelde liggen. Ik hoop dat ik een hoog gemiddelde heb op de schoolwerkwerk. Leeward Lyceum Forever. Oké. Okay. Um, which of the following fits the gap in paragraph 8? Besides, furthermore, instead nonetheless similarly, alweer, um, alweer een linking word. Nee, je wordt niet uh, genaaid door mensen die goed zijn in Engels. Het is namelijk altijd zo dat je hetzelfde moet doen om een zes te halen. En die kans zit er altijd in. Je kunt altijd een zes halen op het eindexamen. Het is gewoon dat, mensen, dat het aantal mensen wat heel goed is, is, um, is gewoon heel hoog. Heel, ja, iedereen is goed in Engels. <laughs> dat, en, nou ja, een klein groepje is gewoon niet zo goed in Engels. Een heel klein groepje is weer extreem goed in Engels. Dat zijn de mensen die de tien halen. Maar ja, de meeste mensen zitten gewoon tussen die. Uh, in dat grote gemiddelde. Nou ja, als je ooit een normale verdeling hebt gezien... het is exact hetzelfde op je eindexamen. Goed. Um, which of the following fits the gap in paragraph 8? Nou, gaan we even paragraaf 8 lezen. And in a way, this was a moment that summed up the whole program. It's willingness to allow a slow build. It's defiant refusal to get overexcited... by either its own material or its own hype... And above all, its vivid sense that we now what we now regard as history, and therefore sometimes somehow inevitable, is something that once unfolded and unfolded uncertainty, uncertainty in real time. My guess, and I don't think I'm going out of a limb here, is that the future episodes might contain events that are more conventionally thrilling. Mm-hmm as means of setting the scene drawing up deep into the tudor world and presenting us with a winningly ambiguous central character it's hard to see how this one could have been done much better okay um, my guess and i don't think i'm going out on a limb here is that future episodes might contain events that are more conventionally thrilling okay Mm, nou, vullen we besides in. Besides, dus uh, gaan we even kijken wat die dingen betekenen. Besides daarnaast, furthermore, verder, instead, in plaats van, um, nonetheless, desalniettemin, to evenwel toch, en similarly op dezelfde manier. Um, Nou, gaan we even kijken. Er wordt, wat zou ik zelf invullen? Uh, ik zou iets invullen als eigenlijk een soort however. Ik wil eigenlijk iets wat past bij however, want uh, er wordt gezegd dat hij hoopt dat die andere afleveringen more of or more, hij raadt het of zo, more conventionally thrilling. Simpelweg waarschijnlijk door de hoe de geschiedenis is verlopen. However, maar, as a means of setting the scene, drawing up deep into the Tudor world and presenting us with a winningly ambiguous central character. Hè, dus die, die main character is wat ambiguous, wat vaag. It is hard to see how this one could have been done much better. En dus het is eigenlijk onmogelijk om het beter te maken. Dus dan gaan we even kijken naar de opties. Pak ik gelijk de glossary er wel even bij, zodat we het kunnen vergelijken. Besides, daarnaast. Dat past niet bij dat idee. Um, hè, want het is waarschijnlijk de eerste aflevering die, we, die hier wordt, ge, wordt geanalyseerd en wordt, wordt beoordeeld. Um, dus dan zou ik zeggen dat daarnaast niet past. Um, dus die ga ik even wegstrepen als met jullie goedkeuren. Dan, oh, nou heeft hij hem, ja. Dan, uh, er wordt gezegd E en dan wordt ook uitleg gegeven... Ze uh, een soort voorbeeld geven. Er wordt geen voorbeeld gegeven specifiek. He, similarly, want hier zegt hij more conventionally thrilling. Dus hij geeft aan dat hij iets verwacht wat iets anders is. He, more conventionally, wat traditioneler, spannend. In de volgende episode. Dan zegt hij er iets anders van: nou, eigenlijk is het best goed gedaan. Dus dan zou een. Het is geen voorbeeld. Dus dan zou similarly op dezelfde manier. Niet passen bij datgene wat er direct voorkomt. Dat conventionally thrilling. Uh, dus die zou ik. Uh, dat, dat zou ik niet doen. Dan hebben we furthermore. Dat betekent verder, daarbij bovendien. Wat ik zeg, dat past niet bij dat gevoel van however. Hè, ik, wil een, ik wil een maar. Ik wil een. een, een, een nou, dat wil ik invullen. En hetgene wat daar het dichtste bij komt, is nonetheless. Namelijk dat, dat evenwel toch desalniettemin... Nou dus hij zegt, oké, okay, de volgende afleveringen worden waarschijnlijk wat spannender. Maar desalniettemin, die eerste aflevering, as a means of setting the scene... Een manier om die, eerste, om die scène, om, om ons helemaal in die scenario's mee te nemen. Om ons helemaal onder te duipen, dompelen in die wereld waarin het afspeelt. Ja, dan is dit best goed gedaan. Is dat beg is, begrijpt iedereen wat ik bedoel? Het is een beetje vaag. Maar dat is hoe ik het interpreteer. En daarom denk ik dat D hier het juiste antwoord is. En niet B, niet C en ook niet E. C zou kunnen. Instead. Zo van, nou ja. In, maar dat past niet. Um, helemaal uh, goed daarbij. Um, this one slaat op. Um, Denk de hele aflevering, maar kan ook wel de hele serie zijn. Ik denk de aflevering die hij hier aan het review is. Waarom past C er niet bij? Nou, als we even kijken wat C ook alweer betekent. Um, C was instead, in plaats daarvan. Um, ik denk dat in plaats daarvan hier niet zou kunnen passen, omdat je dan. Um, dat zou ik meer verwachten in een context waarin hij, zegt, waarin hij die aflevering al heeft gezien. En um, dan zegt, nou ja, weet je, oké, okay, dat was allemaal best wel spannend, maar in plaats daarvan was deze best een goede, goede set te zien. En ik denk dat op basis van dat gevoel, zou ik zeggen dat antwoord C niet past instead. Het woord wat sowieso op het eindexamen terugkomt is ubiquitous. Uh, ubiquitous heb ik vorig jaar ook in het examen gezien, het jaar ervoor. En in de HAVO, hij zat dit jaar in het HAVO-examen. Ubiquitous. Uh, even kijken, moet je een tekst ook goed liggen? Ja, een tekst kan je goed liggen, maar ze zorgen bij CITO er altijd voor dat er teksten zijn die passen bij de alfa-mensen en bij de beta-mensen en bij de gamma-mensen. Dus een tekst over economie, over cultuur of iets met scheikunde. Een sport is vaak ook wel wat er voorkomt. Hoe schrijf je Ubiquitous? Als je kijkt naar mijn laatste Synonym Sunday op TikTok. Of op Instagram, dan vind je wel. En ik weet dat degene die de vraag heeft gesteld, kan hem ook wel uittypen. Want ik heb die namelijk in haar les beantwoord. Nou, met Ubiquitness komen we aan het einde van deze tekst. Uh, staat er niet in. Maar uh, we gaan even naar de pauze. Ik uh, ga even tien minuten, zullen we tien minuten doen? Even tien minuten pauze. Iedereen even naar buiten. Even uh, rondje lopen. Broodje eten. Iemand ging een tosti eten tijdens de HAVO-examentraining. Um, neem even echt iets te drinken en te eten. Um, en dan zijn we over tien minuten weer terug met tekst nummer zeven, wat gaat over geld. Nou, wat ik zei voor onze gamma mensen. Tien minuten pauze. Tot zometeen. Terima kasih telah menonton! Ik had op mute, ik stond op mute. Um, Nou, we zijn weer terug. Zoals ik net al zei. En er was een vraag over de... Um, over de N-term was ik iets over aan het vertellen. En over de lijdenlijst. Die heb ik net even gedeeld. En dan kun je die maken. Nou, hoe zit het met die N-term? En de rekening houden we met? Um, het belangrijkste wat je moet weten... is dat de N-term wordt altijd bepaald... Op van op basis hoe jij het examen maakt. Um, dus dat wil zeggen niet hoe, hoe de vorige jaar het gemaakt is of zo, maar hoe jij het examen maakt. Dat betekent dus dat als jullie allemaal, als dus alle VWO'ers, het examen heel goed maken, ligt de N-term lager. Maken alle VWO'ers het wat minder goed, ligt de N-term wat hoger. Um, iemand stelde de vraag op TikTok of TTO'ers het beïnvloeden. Nee, want het aantal TTO'ers is nooit zo groot dat... Het helemaal wordt gepiekt of zo. Daar komt ook nog bij dat wij bij het invoeren van jullie resultaten in het, in het programma wat Cito gebruikt, dat heet Wolf, eh, krijgen we de vraag: wat vond je van het niveau van het examen? Dus alle docenten, waaronder ik, geven dus aan of wij het een makkelijk, moeilijk, op niveau, goed examen, nou, dat soort dingen, dat vullen we in. Als al je resultaten binnenkomen, of de resultaten van de eerste vijf, we moeten van de eerste vijf de resultaten sowieso inleveren. Nou, ik doe ze altijd allemaal, want ik ben best wel snel aan het nakijken. Um, dan, uh, dan gaat CITO aan het werk en gaan ze puzzelen en rekenen en kijken naar de cijfers en dit en dat. Nou, dan gaan ze pas die N-term bepalen. Hoe komt die N-term zo laag? Ja, er zijn, we zijn gewoon goed in Engels. Zeker in Nederland en ook VWO's, die zijn gewoon goed in Engels. Natuurlijk, de uitzonderingen daar gelaten die helaas niet zo goed zijn in Engels. Omdat, ja, dat kan van alles en nog wat zijn aan redenen. Uh, misschien heb je op een school gezeten waar ze alleen grammatica geven. Nou, dat moet je natuurlijk niet doen. Uh, je moet nooit grammatica geven op school. Maar ja, dat vergeten sommige docenten. Um, nou, dat gebeurt. Um, het, het lastige is, en wat ze met corona bijvoorbeeld hebben gedaan, is niet kijken naar de voorgaande examens. Bij het maken en opstellen van de N-term, omdat het gewoon niet kon. Uh, want het was een heel ander jaar en er was ook een hele andere uh, situatie. Dus waar ze bij vorige examens, vanaf 2019 of eigenlijk tot aan 2019, uh, steeds ook keken naar het examen ervoor en gingen vergelijken, hebben ze dat in 2021 en 2022 niet gedaan. Ik kan me niet herinneren of ze dat nu wel gaan doen, alleen dan kunnen ze niet vergelijken met de twee voorgaande jaren. Dus dan wordt het vergeleken met 2019. En nou ja, vanaf nu kunnen ze waarschijnlijk wel weer uh, doorgaan met het vergelijken. Dus het is lastig in te schatten. Het is echt op basis van hoe jullie het examen maken. Ik denk dat de slagingspercentages niet per se hoger of lager gaan liggen. Althans niet voor Engels. Ik geloof wel dat we een probleem hebben in Nederland... met hoe onze leerlingen leren en zo. Dat, ja, daar, dat geloof ik wel. En ik denk niet dat de oplossing is het afschaffen van het eindexamen. Uh, voor Engels wel. Ik denk dat het Engels eindexamen moet heel anders. Want dit werkt niet. Maar de oplossing is niet alle eindexamens weg. Zoals ze nu ook doen met de, uh, de CITO-toets. Dat is ook heel gek dat ze dat hebben afgeschaft. Maar ja, dat is heel utopisch, maar dat werkt natuurlijk niet. Het moet er wel zijn, alleen op een andere manier. Wat voor onderwerpen? Nou, er komt geheid een tekst over de pandemie. Dat geloof ik zeker. Uh, dat was zo actueel, dat kan niet anders... Vaak zijn het ook wel klimaat, is vaak een onderwerp wat naar voren komt. Cultuur, gezondheid, sport. Uh, nou, geld speelt ook wel een rol. Um, dat soort onderwerpen. Je kan hem zo meteen gewoon terugkijken als je het hebt gemist. Zijn er andere vragen over N-termen, uh, onderwerpen, Engels of iets anders? Dan wacht ik nog eventjes en dan gaan we zo verder met tekst nummer 7. Want we zijn er ook bijna doorheen. We zijn al over de helft, dus dat is mooi. Zag ook dat Manchester United voor staat. Dat is altijd mooi. Altijd als ik niet kijk, staan ze voor. Uh, hoe komen een correctie op de correctievoorschriften? Nou ja, dan, dan kan, gaan zien ze bij het nakijken uh, dat er dus iets mis is. En dat komt eigenlijk bijna niet voor. Meestal als het voorkomt, is dan van tevoren duidelijk dat, um, dat, de, dat er iets mis is. <tacht> en dan komt nog gezin het al aan. De N-term is zo laag, omdat ze zo goed zijn in Engels. Dat, dat is het enige reden waarom de N-term zo laag is. Dat Cito heeft ook gezien dat sinds 2015, want ik ben bij ze geweest, dus ik heb al die data mogen inzien. Um, dat, je, dat het cijfer met 1,2 punt, het gemiddelde, gestegen is. Want we zijn gewoon zoveel meer met Engels bezig gegaan. dat um, ja, dat, dat gebeurt. Leesstrategieën zijn eigenlijk. Um, uh, ja, het is nuttig, het kan helpen. Ik heb Elsa volgens mij nog niet uitgelegd, dat zou ik zo even doen. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat je die tekst goed begrijpt. En dan kun je geen enkele strategie... Ja, weet je, als je de tekst niet snapt, kan je... Ja, elke strategie die je hebt, doet niks, zeg maar. Maar ik zal zo Elsa uitleggen als strategie. Ook activeerde voorkennis is ook altijd een hele goede. Uh, je kunt wat vinden over Cambridge. Ik heb vooral wat schrijfvideo's over Cambridge. Kan je vinden waar ik werk van studenten nakijk. Dus dat is wel even leuk om te zien. Uh, tot nu toe ook niet vergeten om te liken en te subscriben natuurlijk. Nou, voordat we deze lange tekst gaan lezen, even kort. Elsa, um, hoe kan je het beste leren? Nou, er is eigenlijk niet echt een leren. Het enige wat je kan leren zijn vocabulaire. Hoe meer vocabulaire je hebt wanneer het examen ingaat, hoe makkelijker het examen maken um, wordt. Nee, dat is niet het geval. De gokkans wordt altijd meeberekend bij het maken van een examen... en die hou je altijd, maar die is niet een vierde. De gokkans is nooit een vierde op een eindexamen. Nee. Ze kunnen ook niet anders dan multiple choice... want anders krijg je te veel van die open vragen... en dan krijg je te veel, ja, maar dit staat er, ja, maar dat staat er. Dus dat, ze zijn wel aan het onderzoeken of ze ook andere vaardigheden kunnen toetsen op het eindexamen... maar zover zijn we nog niet. Elsa. Als je haast hebt... En er niet doorheen komt, en er is één vraag waar ik Elsa wilde doen. Ik weet even niet meer welke, maar die heb ik wel gezien. Um, dan kun je Elsa toepassen. En Elsa staat voor eerste, laatste, zin, alinea. Dan moet ik het wel natuurlijk een beetje goed schrijven. En uh, wanneer pas je dit toe? Op het moment dat er gevraagd wordt naar. De eerste alinea waarin, of in welke alinea wordt dit besproken? Wat doe je namelijk? Bij Elsa ga je gewoon kijken naar de belangrijkste zinnen van een paragraaf. Um, ik weet niet of je ook schrijven hebt gedaan bij Engels, hopelijk wel. Um, maar ik heb altijd gezegd: de eerste zin van je paragraaf is je topic sentence, en je topic sentence is eigenlijk je argument. Nou heeft en toen ik bij Cito was, heb ik naar gevraagd: van Elsa kunnen we dat eigenlijk wel doen? En toen zeiden ze: Nou, je kunt wel Elsa doen, maar het is niet altijd de garantie dat in die eerste paragraaf, ook het in eerste zin, ook het belangrijkste zit. Dus zelfs Elsa is een beetje wonky op dit moment. Maar ja, je kunt het wel hanteren als leidraad. Hè? Dus je kunt altijd zeggen: Nou, oké, okay, ik ga niet de hele tekst lezen van de tijdstekort. Kan ik dan iets met Elsa doen? Dus Elsa is eerste, laatste zin alinea. Best nuttig. Uh, voor de HAVO-nabespreking verwijs ik je even naar die video of even op TikTok naar mijn video. Um, en dat komt uh, vast wel helemaal goed. Oké, okay, gaan we naar tekst nummer 7. Not by money alone. We hebben een plaatje, dat gaat over een boek. Uh, waarschijnlijk weer een review. Het komt uit The New Scientist, uh, niet The Guardian. En um, het boek heeft als titel: The Moral Economy: Why Good Incentives are, not good sub are, not, are No Substitute for Good Citizens. Dan wil ik even benoemen wat incentives zijn. Incentives zijn uh, stimulansen. Dus als je niet wist wat een incentive is, 100% opzoeken, want daar gaat die hele tekst over. Uh, een stimulans. Dan, what is the main point made in paragraphs 1 en 2? Het gaat om de main point. Main point. Ja, dus dat is het allerbelangrijkste. Main point. Gaan we hem even lezen. Hopelijk lukt dat. Ik heb natuurlijk nootjes gehad en een boterham, dus hopelijk heb ik niet, uh, maak ik niet te veel fouten. Maar dat vergeven jullie me vast wel. How should a society encourage its members to act in a socially beneficial way when these can run counter to their own self-interest? For several centuries, Western society have tried to do this through incentives. We penalize things we want to discourage by, say, taxing fuels or fossil fuels. conversely we reward what we want to encourage for example by giving tax breaks to job-creating businesses if we get the incentives right say economists the invisible hand of the market guides people to do the right thing out of sheer self-interested greed with no need to appeal to mushy notions of ethical responsibility virtue was something economists thought they could, only could safely ignore writes samuel bowles himself an economist at the santa fe institute in new mexico okay what is the main point made in paragraph two, one and two economists assume that a a balance between supply and demand will lead to general prosperity b financial stimuli are good enough are enough to get people to behave in morally acceptable ways Mankind is intrinsically geared towards contributing to society's general well-being. Of day, people will always try to get more than their fair share of resources. Okay, this a balance between supply and demand will generally lead to general prosperity. Now, ik heb the niet iets over supply and demand gelezen, also, die kunnen we wegstrepen. Financial stimuli are good enough, are enough to get people to behave in a morally acceptable way. Oké, okay, lastig. Mankind is intrinsically geared towards contributing to society's general well-being. Hmm. People always try to get more than their fair share of resources. Dat wordt niet genoemd. Dus die kunnen we ook wegstrepen. Oké, okay, welke denken dat jullie dat het juiste antwoord is? B of C? Ik heb er alvast twee weggestreept. B. Of C, B of C. Oké, okay, wordt het B genoemd. <tossimus> Ga even kijken waar we hem kunnen vinden. Financial stimuli are good you know, are enough are enough are enough to get people to behave in morally acceptable ways. Now, dan we op zoek naar An economy the, uh, economics die dat um, Even kijken. If we get the incentives right, say economists, the invisible hand of the market guides people to do the right thing out of sheer self-interested greed. Oké, okay, dus dan is dit eerste zinnetje is eigenlijk al het antwoord op de vraag. En dan hoeven we niet appeal to mushy notions of ethical responsibility. Ja. Um, even kijken. When these can run counter to self-interest. Nou ja, incentives wordt er gesproken. Oké, okay, dus antwoord B is inderdaad het juiste antwoord. Gaan we naar vraag 28? Which of the following um, fits the gap in paragraph 4? Dus ook hier gaan we eerst lezen. Dan zelf kijken wat we gaan invullen. En vervolgens een van de opties kiezen. Um, Oké, okay, dan ga ik even tricky doen. Dan denken we hebben te weinig tijd. Dus we slaan drie opties. Alinea 3 gaan we niet lezen. En dan gaan we kijken of we het kunnen beantwoorden. Consider the experience of an Israeli daycare center. Which had a problem with parents who picked up their kids late, forcing staff to work overtime. When the center instituted a fine for tardy pickups, they found it turned inconsiderate behavior into. Hmm. Parents were happy to pay to, pay to be late. Oké. Okay. This sort of reframing often happens with incentives for good behavior, Bowles argue. Oké. Okay. Um, dus dit is een, dit is een, een reframing dat, dat uiteindelijk gebeurt als je goed gedrag gaat um, stimuleren. Nou, wat denken we dat het juiste antwoord is? A, a commercial risk. B, a pressing dilemma. C, an, a social annoyance. D, an economic transaction. Of die een ethical meltdown. Dus wat gebeurt er ook alweer? Die uh, daycare centers die gingen boete initiëren voor mensen die hun kinderen te laat ophaalden. En die ouders vonden dat helemaal niet erg. Die vonden het prima om die boete te betalen. Dus wat is het juiste antwoord? Ik zie al een paar mensen iets benoemen. Dus denk even na en geef jouw antwoord. Het moet iets positiefs zijn, ben ik helemaal met je eens. Het moet iets positiefs zijn. Het kan niet iets negatiefs zijn, want de rest van de context is ook positief. Risk, dilemma, annoyance en meltdown zijn inderdaad allemaal negatieve woorden die ook een negatieve sfeer aangeven. Ja. Yeah. Dus die kunnen we inderdaad wegstrepen. En dat is ook waar wat jullie allemaal zeggen. Uh, het is antwoord D. Het moet inderdaad iets zijn wat niet de bedoeling was. Dus, dus die, die boete die was natuurlijk gewoon als boete bedoeld. En niet als iets wat positief werd gedraaid of zo. En dat ze ineens wel dat gingen betalen. Dus we zijn hier inderdaad op zoek naar iets... iets, iets um, nou ja, iets wat het zeg maar omdraaide van... Oké, okay, het is een boete. Al oh, weet je, dan betalen we die boete gewoon boeien, maar niet uit. Ja, klopt. Dus antwoord D, een an economic transaction. Het werd gewoon een transactie, als soort bijbetaling, uh, veranderde het. Dus antwoord D is inderdaad het juiste antwoord. Gaan we naar vraag 27. Which of the following best summarizes how the examples of incentives in paragraphs 4 en 5 are analyzed in paragraphs 6 en 7? Classic cito. Classic cito vraagje. In plaats van één paragraaf gaat, er, um, gaat dit over vier paragrafen. Dus je moet hier een beetje over de tekst heen kijken. Dat, dat zie je. Dat doen ze ook om het moeilijker te maken. Zie je, we hebben ook bij HAVO gezien. Echt wat meer vragen over het over de tekst heen kijken. Dus dat zien we hier ook weer terug. Gaan we even kijken wat we kunnen antwoorden. We gaan eerst de, de 4 en 5 hebben we nog niet gelezen. Moeten we eerst nog 5, 6 en 7 lezen? Gaan we dan gaan we eerst dat even doen? Um... Even kijken: This sort of reframing often happens with incentives for good behavior, Biles argues. And it isn't the only problem. They can convey subliminal messages too. When a Boston fire commissioner decided to dock the pay of firefighters who took too many sick days, it sent a message that he didn't trust his employees, and absenteeism went up because he lost their goodwill. More subtly, even when incentives work, they may not be necessary. Economic inducements can crowd out moral and ethical motives for doing good. The effect is hard to prove in the real world, Although Bowles provides plenty of examples from experiments to show that it can happen under controlled conditions. But the rot goes, still, goes deeper still. An over reliance on incentives can stifle our ethical development. People tend to value what they are familiar with, so a world that frames decisions with an economic calculus teaches that selfish motives matter more than ethical ones. That's a problem. Because even the smoothest market economy still needs virtue to oil its gears, which is why business people prefer to deal with those they trust. Okay. Which of the following best summarizes how the examples of incentives in paragraphs 4 and 5 are analyzed in paragraphs 6 and 7? A. As ambiguous and irresponsible, B. As cryptic and overambitious. C, as restrictive and uninspired. Or D, as superfluous and counterproductive. Allemaal moeilijke woorden, die heb ik allemaal voor je opgezocht. Als je ze niet weet, moet je ze even opzoeken. Ambiguous, ambigu. Vaag, onduidelijk. Overambitious, overambitieus, onhaalbaar. Superfluous, oppervlakkig. Subliminal, subliminaal. En absentee is een, had ik opzoek, maar dat is... die staat niet in de vraag, maar die staat in de tekst... is absent, verzuim. Oké, okay, het moet negatief zijn uh, door rot en not necessary. Oké. Okay. Zijn ze allemaal, zijn allemaal wat negatief? Ja, alleen de vraag is dan... wat wordt er dan gezegd? Want uh, hier, in de eerste zin... Werkte, in het eerste voorbeeld, daar werkten die incentives niet, want die ouders gingen uiteindelijk gewoon betalen. Die zeiden: betalen we hem gewoon. Bij 5 werkte die incentive niet, want in plaats van dat mensen minder ziek werden, werden ze juist meer ziek. Dus ook hier blijkt weer: datgene wat die wilde bereiken, werd niet bereikt, omdat die incentive niet werkte. Bij 6 um, staat er. Economic inducements can crowd out moral and ethical motives for doing good. Nou, dan gaan we even kijken wat crowd out betekent. Dat is ook wel even nuttig. Verdringen, buitensluiten. Dus als we te veel incentives hebben, dan gaan we niet meer goed doen. Of zo. Um, nou, en als we over-reliance on incentives, dan... Um, dan gaan we heel erg natuurlijk daarop op, op richten. En dan gaan we eigenlijk doen wat wij al kennen. Um, en dan gaan we niet iets doen omdat we, het, omdat we ons daar moreel goed bij voelen ofzo. Dan gaan we, gaan we alleen het economische aspect zien en niet van, oh, dit is ook goed voor de wereld. En dat is, which is why business people prefer to deal with those they trust. Dus, um, is het ambiguous and irresponsible? Nee, onhandig, maar niet per se vaag en. Um, Um, onverantwoordelijk. Cryptic, geheimzinnig, vaag, onduidelijk, overambitious. Het zou overambitious kunnen zijn, in zin dat, dat, hè, zeker dat voorbeeld van die school, maar ja, dat, het is niet cryptic, het is wel heel duidelijk. Restrictive, uninspired. Die tweede zou restrictive kunnen zijn, maar daar wordt verder niks over gezegd in 6 en 7. Uninspired ook niet. De superfluous en counterproductive. Counterproductive zien we heel duidelijk terug. En um, superfluous, een beetje oppervlakkig, dat zien we ook. Um, want dan staat ook vooral, they may not be necessary. We past daar ook mooi bij. Ja, dus antwoord D is bij vraag 27 het juiste antwoord. Ik zou... Um, Sowieso, als je dit zit te doen en je denkt: ik weet echt niet wat die dingen betekenen, dan zou ik ze wel proberen allemaal op te zoeken. Zou ik kijken van welke van deze woorden ken je een beetje, dan ga je daar misschien niet heel veel op uh, richten. Maar een woord als ambiguous of superfluous, dat zou ik echt wel opzoeken. Ja, dus je hebt misschien niet de tijd, daarom oefenen we ook. Hè. Blijf dat oefenen, dat opzoeken in het woordenboek, zodat je snel het juiste woord kunt vinden. Dat is ook waarom ik zeg: met veel vocabulaire dat examen ingaan is alleen maar beter. Dus hoe groter je vocabulaire, hoe beter het voor je is om, uh, nou ja, om dat te kunnen doen. Ja. Um, ambiguous is, is een heel algemeen woord, dus die verwacht ik wel op het, uh, op het examen. Ja. ja. Ik weet niet of het er vaak op komt, maar het is wel een. Uh, Ambiguous is een vaag woord. En ik gebruik ambiguous altijd bij het nakijken van schrijfwerken. En dan zeg ik ambiguous of amp. Dat betekent gewoon vaag. Onduidelijk. Oké, okay, vraag 28. Which of the following fits the gap in paragraph 8? Nou, gaan we weer even lezen. Zelf invullen. En dan verder kijken. For Bowles, the upshot is that sound public policy should take account of people's virtues. Uh, people's virtuous motives as well as selfish ones. Sometimes ethical persuasion alone. Mm -hmm. A former mayor of Bogota, Colombia, for example, tamed the city's chaotic traffic by issuing hundreds of thousands of thumbs down cards for citizens to flash at inconsiderate drivers. Oké. Okay. Um, ik verwacht iets dat zegt works. Ja? Want we lezen namelijk dat die um, ethical persuasion. Dat werkte in Bogota, in Colombia. Dus iets wat aangeeft, it works. Een beetje wat ik altijd doe. Als ik uh, onderbouw geef, dan doe ik altijd, ja oké, okay, je hebt nu een gele kaart. Op een gegeven moment, echt, die kaarten had ik echt. Uh, als zo'n jongen, vaak zijn jongens vervelende en dan trok ik gewoon die gele kaart en dat, hij stopte meteen. Gaan we de opties lezen? Can suffice. Fails to impress. Is unavoidable een lax urgency. Gaan we wegstrepen wat niet past bij werkt? Nou, lax urgency, dat klopt niet. Is unavoidable. Zou kunnen, maar past niet helemaal in de context. Veelste impress is fout, want het werkte dus wel. En inderdaad, A is de enige die niet negatieve gevolgen heeft. Um, hè, want is unavoidable betekent dat het niks meer werkt, en dat we alleen die Persuasion, ethical persuasion kunnen doen. Maar dat klopt niet, want die incentives die werken wel. Alleen niet super -duper nuttig. Of zijn niet altijd handig. Dus uh, antwoord A is bij 28 het juiste antwoord. Oké. Okay. In het begin zei ik: er kan een tekst zijn waarbij je niet de hele tekst hoeft te lezen. Dat is ook een van mijn TikToks van vorig jaar. Je hoeft niet de hele tekst te lezen. Dit is ook zo'n vraag. We hebben een zinnetje. Much of his argument rests on the result of claim games played out in labs. Is er al eerder in de tekst aan de orde geweest? Dus is dit, dat played out in labs, is dat eerder aan de orde geweest? Oké, okay, ik laat het aan jullie. Welke alinea? Ja of nee? En of ja? Welke alinea? Is jullie kans om te laten zien dat je de tekst hebt gesnapt? Ik scroll hem een stukje omhoog. Goeie vraag. Is het nuttig om een Alinea over te slaan? Nou, we hebben Alinea 3 overgeslagen. Hebben we net gedaan. En je zou hier Elsa even kunnen doen. Als je denkt, ik wil toch even weten waar het over gaat. Er wordt ook eerder genoemd. Dus alles onder Alinea 10. Ik weet niet of dat er is. Maar alles onder. hoeven we niet te lezen. Want het gaat om eerder. Um, in his new book, The Moral Economy, bla bla. Bowles make the case that economists have got it wrong. Oké. Okay? As his subtitle suggests, incentives alone can't push people towards responsibility. In fact, they can backfire. Oké, okay, dat is niet echt iets heel spannends, maar we hebben het toch even voor de zekerheid gelezen. Ik zie al het antwoord, uh, ik zie al antwoord, antwoord genoemd worden. Probeer echt die zin. Hè? Je hoeft het niet te doen op je examen. Hier moet je alleen het nummer noteren. Maar ik wil zien wat dan. Bewijs dat dat de alinea is waar we het over hebben. Ga ik even speakersnel snel uh, bij Man United. Nog steeds 0-1. Oké, okay. hoe zou je dit aanpakken? Nou, we hebben hier absoluut Elsa nodig. Want we gaan niet nog een keer al die paragrafen lezen. Dus, much of his arguments rests... On the results of games played out in labs. Dus het gaat om iets met die labs. Is dit gegeven, de played out in labs, al eerder in de tekst aan de orde geweest? Gaan we even Elsa aan. Nou, één is het waarschijnlijk niet, want dat is een introductie. Dus ik verwacht daar niks. Even snel kijken. How should a society encourage its members to act in socially beneficial ways? When these can run counter to their self-interest. Conversely, we reward, laatste zin, what we want to encourage, for example, by giving tax breaks. Oké. Okay. Linea 2. If you get incentives right, say economists, the invisible hand of the market guides people to do the right thing. Out of sheer self-interest. Oké. Okay. Himself, an economist at the center of Nee. Drie hebben we al gedaan. Vier. Consider the experience of an Israeli daycare center. Oké, okay. we weten dat dit gaat niet over in labs. Het is een voorbeeld, maar niet in labs. 5. This sort of reframing often happens with incentives for good behavior. Oké, okay. um, laatste zin. When a boss on contest, it dogged pay a firefighters who took too many sick days. It sent the message that he didn't trust his employees and absentees didn't want up. Oké, okay. ook een voorbeeld, maar niet in the lab. Uh, more subtly, when incentive works, they may not be necessary. Economic inducements can crowd out more. Oké, okay. dat is de tweede zin. Laatste zin. The effect is hard to prove in the real world, although Bowes provides plenty of examples from experiments. experiments Oké. Okay, to show that it can happen under controlled conditions. Experiments, controlled conditions, labs. Dit is 100% hetzelfde. Labs, controlled conditions, experiments. Dus we weten dat het eerder in de tekst aan de orde is genaamd, namelijk Alinea 6. Dit stuk hier. Moeten we verder kijken? Nee. Want dit is zo duidelijk hetzelfde dat dit al het antwoord is. En zo zie je maar weer. We hebben hier drie paragrafen niet gelezen. Nou heb ik drie uiteindelijk wel gelezen. Maar uh, drie hebben we niet gelezen. Negen hebben we niet gelezen. En tien hebben we niet gelezen. Dus we hebben al een stukje tijd bespaard. Simpelweg, door niet die drie paragrafen te lezen. Dus dit is, uh, dan is deze tekst klaar. Ja is het duidelijk wat je bij 29 had moeten doen? En ook hier weer als je 6 opschrijft of je schrijft ja alinea ja, 6 op. Dat is ook goed of je schrijft alleen ja 6 op of wat dan ook is helemaal prima. Als je dat nummer opschrijft dan begrijpen wij docenten dat jij ja antwoordt. Ja. Oké. Okay. De diehards zijn er nog steeds? We zijn best wel hoe lang zitten we hier al in? We zijn al drie uur in en we moeten nog drie tek, vier teksten, 8, 9, 10 en 11. Dus we zijn mooi binnen de vier uur klaar, denk ik. Oké, okay, uh, dit is wel even een leuk moment voor een poll. Hoe gaat het met dit examen? Hoe vind je dit examen? Terwijl jullie alvast even nadenken over wat je verwacht bij tekst 8. Ik zie ook dat er inmiddels een kopje koffie of zes boterhammen zijn gedoneerd. Hartelijk dank daarvoor. Dat waardeer ik enorm. Super. Leuk. Nou, um, activeer de voorkennis. Miracle of the M5. Nou, dit is niet Miracle of the M5. Dat is 1F. Dit is Miracle of the M5. Dus van de M5. Dat is een snelweg af. Adapted from an article by Tim Hayward. Oké. Okay. Financial Times 2015. Oké. Okay. En we zien een soort, soort restaurant-achtige toestand. Um, het gaat waarschijnlijk over de M5. De M5 is een snelweg in het Verenigd Koninkrijk. Dus, nou, prima. De eerste vraag is... What does the writer make clear about UK motorway service areas in paragraphs 1 en 2? Dus een service area is een beetje als die shells die wij overal hebben aan de kant van de snelweg. Ehm... Um, en um, ik denk dat je dat ook wel, als je niet wist wat M5 was, had je dat wel uit de context van het verhaal kunnen halen. Ja. Motorway, snelweg. Um, ja. Dus. Gaan we even lezen. Paragraaf 1 en 2. Daar gaat het over. The names of UK motorway service areas are gorgeously lyrical. I grieve that the poet Sir John Benjamin. Passed on before immortalizing Tip Shelf, Chivley or Watford Gap, Maker, Lim, Heston, Newport Pagnell, Woolly Edge, and Fortin. Okay. But their promise to the pilgrim motorist is rarely borne out. I admit that stopping to drink amphetamine coffee slurry after 200 miles of staring at tarmac may astigmatize the critical eye, but I'm convinced that Thurrock. Is a test community for a future right-wing dystopia, and that everything, everyone at Knutsford has a leaking bin liner of body parts in the boot. Put, put. Prepare then to weep tears of joy as you pull off the M5 southbound between Junction 12 and 11A for Gloucester. Service is Gloucester services is very heaven. Okay. What does the writer make clear about UK motorway service areas in paragraph 1 and 2? A. They advertise their unique character through their fancy names. B. They are increasingly living up to the visitors' expectations. C. They are intent on improving business in rural areas. D. They are located near well-known and inspiring landmarks or E. They fail they usually fail to live up to the expectations of weary travelers. Ok. Gaan we nog even kijken? Um, nou. The names of UK motorway service areas are gorgeously lyrical. Ok. Dus ze hebben mooie namen. Is jammer dat die um, poet niet meer leeft. Um, ok. But the promise to the pilgrim motorist is rarely borne out. Wat is born ook alweer? Even opzoeken. Born betekent to bear out. Dat is de verleden tijd van to bear, to bear, bore, born. Allemaal geleerd in klas 2. Dus um, het gaat om bekrachtigen. The promise is rarely borne out. Dus de belofte wordt niet nageleefd. Nou, zoals al wordt aangegeven. Antwoord E is hier het juiste antwoord. Want live up to the expectations of weary travelers is ook absoluut hetzelfde. als their promise to the pilgrim motorist is rarely borne out. Dus dat is het juiste antwoord. Ja, hartstikke goed. We waren hier een tikkeltje snel. Ik zal de volgende keer uh, iets meer tijd geven. voor het beantwoorden van de vraag. Maar dit is uh, inderdaad het juiste antwoord. Ja. Nou, uh, dat is een hele goede vraag. Er staat: er is geen enkele link tussen de plaats van het antwoord en of het antwoord goed is. Dat is niet waar. Uh, dat hangt er vanaf. In, in dit geval is het toevallig zo dat dat zo is. Je kunt ook altijd uh, het antwoord ergens anders vinden. Ja. Maar de eerste en laatste zin zijn in veel gevallen... wel de belangrijkste zinnen van de Alinea. Oké. Okay. This is the second production from Westmoreland Limited, paragraph 3. What can be concluded about this company? Judging from paragraphs 3 and fear. What means pilgrims? What does pilgrims... Pilgrims zijn mensen die, zeg maar... Ja, een soort pilgrimreis maken. Mensen die uh, ergens naartoe gaan. Um, om dingen te ontdekken. Een soort van. Niet helemaal waar. Uh, als je een Nederlands woordenboek in je omgeving hebt. zoek het even op. Wat zijn pelgrims? Oké, okay, gaan we even paragraaf 3 en 4 lezen. De car park is set out on a gentle slope. curving around the central building like an amphitheater. And the building itself is spectacular to behold. Circular. Part sunk into the earth, bastioned with the butter colored local stone and covered with, with a grass dome. It looks like a bucolic spaceship. This is the second production from Westmoreland Limited, the innovative company that blessed us with tea based services in Cumbria, and they have outdone themselves. A normal service station smells like men who have sat long miles in a plastic seat. Gloucester smells, like fresh, smells of fresh baking the farm shop has a butchery counter selling meat so organic grass-fed and humanely reared that i swear i saw a kilo of mince that was actually smug where normal service stations offer a range of ir irradiated pasties gloucester has hand-raised pies and a bookshop there are bacon rolls but they sit alongside breakfast pastries from the estimable bertinet bakery in bath okay Um, ik denk dat dit zinnetje hier, de laatste zin, dus dat past wel een beetje bij jouw vraag van net, het laatste zinnetje is hier wel belangrijk. That blessed us with la 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 and they have outdone themselves. Ja, even mooi highlighten natuurlijk. Anders. ja, ik denk dat dit een belangrijke zin gaat zijn. Nou, gaan we even de opties lezen en dan mogen jullie weer het juiste antwoord geven. What can be concluded about this company judging from paragraphs 3 and 4? They build environmentally friendly service stations across the UK. They maximize profit by selling regional produce at motorway stops. They succeed in making a motorway stop into a pleasurable experience. They transform the old service stations into modern businesses. Now we're going to see if that past. Uh, We gaan weer lekker wegstrepen, want volgens mij kunnen we heel veel wegstrepen, zoals ook al gezegd is. Um, even kijken. A. Ah, environmentally friendly service stations across the UK. Ja, dat is zo. Maar hè, dat zou wel zo zijn met die Crass Huppelde Pub. Maar dat is, niet het, dat is niet de algemene conclusie. Dus die is, we kunnen we wegstrepen. They maximize profit by selling regional produce at motorway stops. Regional produce, dat klopt. Maximize profit wordt niet gezegd. Dus die strepen we weg. They succeed in making a motorway stop into a pleasurable experience. Dat klopt ook. Dit wordt gezegd. Helemaal. En succeed halen we uit die laatste zin die ik gehighlight heb. Hè? Die ik gehighlight heb. They transform old service stations into modern businesses. Dat wordt niet genoemd. Dus die kunnen we wegstrepen. En op basis daarvan is antwoord C, zoals jullie ook goed hebben gezegd, het juiste antwoord. Wanneer we bij een gap-vraag zijn, dan ga ik um, het voor jullie beantwoorden. Gaan we naar vraag 32. Wat is Tim Howard's opinion about the service station, judging from paragraph 7? Oké, okay, dan gaan we hem even lezen. i sat in a sort of beach hut at one end of the vaulted dining space and wondered what the two polish drivers i'd seen climbing down from their eighteen-wheeler in the car park would make of this then i took my leaf tea and home-baked scone with raspberry jam and clotted cream 275 out to the terrace by the pool and sat enjoying the sunshine while children disported themselves decorat decoratively in the shallows. okay. Lastige. He appreciates the ambiance of, of its environment and amenities. Amenities was in... Um, die zat ook in een ander examen. He believes it will be attractive to a certain type of foreign travelers. He is pleased to see it has added extra play zones for children. He wonders whether it's capable of upholding its high standards. Ja, dat zou best wel kunnen dat we deze in de les hebben gedaan. Nou, amenities zijn, um, uh, hoe heet dat, voordelen, um, hoe heet die dingen nou ook alweer? Um, nou, ik ben even het Nederlandse woord kwijt, maar dat soort dingen die je zomaar zeg ergens krijgt. Um, iemand kan het vast op even opzoeken in het woordenboek. Amenities. Nou, wat kunnen we wegstrepen? Even kijken. Alleen alinea 7 hebben we gelezen, dus we moeten niet verder denken. Ehm... Um, He is pleased to see extra play zones for children. Hij kijkt er wel naar, maar hij geeft daar geen verder oordeel over. Dus die strepen we weg. He believes it will be attractive to a certain type of foreign traveler. Nee, hij vraagt zich alleen af wat die Poolse mensen ervan uh, vinden. He wonders whether it's capable of upholding its high standards. Dat wordt er ook niet gezegd. And he appreciates the ambience. Ja. And amenities. Ja. Um, pool and set. A terrace by the pool and set. Enjoying the sunshine. Ja, ik denk dat die dit wel past. Antwoord. Ah. ah ja, sociale voorziening. Dankjewel. Ik zocht het woord voorzieningen. Ja, amenity is een voorziening. Ik denk niet dat deze auteur per se sarcastisch is. Ik denk dat hij meer. Um, hij is bezig met een hyperbol. Uh, ah. Dat dacht ik al. 2022 eerste tijdvak. Ja, daar zaten amenities in. Uh, hij is een beetje hyperbolisch bezig. Ik ga straks, als na dit en nadat ik even een uh, uh, stukje heb hard gelopen. Maak ik even een TikTok waarin ik een aantal van die beeldspraken even ga uitleggen. Want dit is echt een voorbeeld van een hyperbol. Hij maakt het heel groot. Hij maakt het heel. Hij vindt het helemaal geweldig. Nou, hyperbol. Ook wel hyperbol genoemd. Nou, en dat is hier ook aan de gang. En inderdaad, sarcastisch zou ik niet zeggen, maar het is echt, ja, hij overdrijft een beetje, vind ik. Maar goed, antwoord A ah, is hier het juiste antwoord. In Frankrijk heb je ook dit soort, um, dit soort um, uh, service stations. Die zijn ook altijd heel erg uitgebreid. In plaats van onze Shell bij Hoogzand, die. of weet je, dat is helemaal geen Shell, dat is een uh, IE of zo. Nou ja, dan kan je alleen uh, naar de toilet. Oké. Okay. Uh, die ik ooit in mijn leven heb gelopen, weet ik niet. Ik heb ooit een keer 10 kilometer hard gelopen. Maar het is 4-mijltijd bijna, dus daar zijn we nu voor aan het trainen. Helaas niet de loop Leeuwarden gedaan dit jaar door een blessure, maar 4-mijl uh, zeker wel. Oké, okay. it's almost too much to believe. Toch plaatst de schrijver ook wat kritische noten. Welke twee punten van kritiek noemt hij eerder met betrekking tot het eten? Nu hebben we iets gedaan net, en dat heb ik eigenlijk opzettelijk gedaan, om dit uit te lokken. We hebben twee paragra drie paragrafen overgeslagen. 4, 5, 6 en 8, 19 hebben we ook nog niet gelezen. Nou hoeven we 8 niet te lezen en 9 en 10 ook niet, want het gaat om eerder. We zijn wel op zoek naar een kritiekpunt. En zoals we net hebben gelezen in 1, 2 en 3... daar wordt niks gezegd over dat eten. Anders dan dat daar een bakkerij zit of zo. 4 uh, hebben we wel gelezen trouwens. Daar wordt ook niet echt... Daar wordt wel iets gezegd over het eten, maar niet iets over... Uh, niet een kritiekpunt. Dus ik vermoed, en weet ook wel zeker, dat we 5 en 6 nog even moeten lezen. Dus dat gaan we even doen. The M5 isn't officially on the spice route, but it joins Birmingham and Bristol. Two cities with a strong appreciation of such things. So one might expect the curry menu to be pretty good. Um, I plunged into a masculine chicken dansak, served with artisanal chutneys. And a freshly made raita. Spice flavors were distinct and considered, though I'd like to take this opportunity to deplore the use of handfuls of whole cardamom in rice. Crunching into in one assaults the mouth like some powerful cleaning product. Fish and chips, the rigueur at British service stations, echt hartstikke vies, of all classes, came in a truck, trucker sized portion, 10.95. The chips showed all signs of having been hand-fettled, hand although the fish, unspecified but doubtless worthily sustainable, suffered from a slight oiliness of batter. Nou, hier hebben we dus twee opties. Twee kritiekpunten die hij noemt. Um, namelijk... Even kijken. Uh, nou, echt mogen jullie ze wel even benoemen. Benoem maar eventjes. Um, wat zijn hier de... Antwoorden. En ik denk dat het beter is als we de chat bewaren voor vragen en commentaar over het examen en niet voor flirterijpraktijken. Want, uh, ja, uh, she has a boyfriend. Dus, wat is je antwoord, sorry, bij vraag 33? Ja, ik zie inderdaad um, wat goede antwoorden uh, naar voren komen. Uh, de vis was vettig, dat klopt. Dat is overduidelijk het laatste. Dat is altijd zo, die vis en tips, jongen. Echt, dat is nou. Ja, dat kan echt niet. Dat is een beetje als zo'n zo'n tasteless AVG'tje. Nou ja, goed. Dus ja, dat is een van de commentaren. Uh, en hij zegt ook iets over uh, die cardamom. Ik weet niet of je ooit rijst met Cardamon hebt gehad. Maar dat is ook echt. Ik vind dat echt heel vies. Terwijl ik eigenlijk alles lust. Maar ja, dat, dat heeft mij echt getraumatiseerd. Dus ik ben ook een beetje triggered. Nu, dat kan je vast wel zien aan mijn triggered uh, outlook. Maar uh, ja, dat is ook absoluut hier het juiste. Het, het, een van zijn commentaren: kardemom um, in de rijst. Dus, nu zegt iemand: het smaakt naar afwasmiddel of naar schoonmaakmiddel. We gaan even kijken in het antwoordmodel. Wat wil Cito van ons horen? Dan moet ik proberen het te laten zien zonder het te laten zien. Um, vraag 33, hier onderaan, kan je het even lezen. Veel harde kardemomzaadjes in de rijst. En dat voelt naar in de mond. Dus eigenlijk die kardemomzaadjes in de rijst is genoeg. Of de vis is te vettig. Ik zou niet goedkeuren... het smaakt naar afwasmiddel. Want dat staat er niet in. Er staat namelijk... it assaults the mouth... like some powerful cleaning product. Met andere woorden, het, het valt het aan... als een soort cleaning product. En... Um, er moet iets instaan over die cardamom. Dat, dat, want dat staat niet tussen haakjes... en vaak... Um, moet je, die, moet, je moet dat echt benoemen als het niet tussen haakjes staat? Dat er te veel olie op de vis zit. Ja. Hmm. Die vind ik heel kielen. -kiele. Ik zou hem goed rekenen. Maar een tweede corrector zou daar kunnen zeggen dat het, um, dat het niet goed is. Hele kruiden in de rijst en vis. Nou, iets wat, daar, wat daarop lijkt, denk ik. Antwoord met de volgende trekken, die cardamonzaadjes. Is het erg als je kardemom niet specifiek noemt? Weet ik niet. Ik denk het eigenlijk niet. Maar uh, al, al wordt dat wel hier echt, echt heel specifiek benadrukt. Dus dan zou ik zeggen: van ja, doe wel iets met die kardemom. Ja. Nou, zoals je het kunt zien, we zijn lekker bezig. We hebben tot nu toe nul fout. Oké, okay, um, nou. Gaan we naar vraag nummer 34. En ook de, oh, deze is ook mooie vraag. Dat vind ik een schitterende vraag. Nee, als je Cardamon met een C schrijft, is het niet fout. Je mag ook inderdaad Cardamon zeggen. Ja, ah, mooi voorbeeld. Cardamon. Staat dat in het woordenboek? Ik heb net in mijn TikTok ook verteld, eh, of net in die TikTok over het woordenboek. Heb ik ook gezegd dat je kunt best een woordenboek bij Action halen of een woordenboek uit 1960. Alleen niet alles staat erin. En nou, denk ik eerlijk, weet ik niet zeker, maar ik vermoed dat Cardamon niet in dat 1960 woordenboek zou staan. Want andere tijden en zo. Maar we gaan even kijken of het in mijn woordenboek staat. Als het niet zo is, dan uh, stort mijn hele carrière in. Want uh, dan heb ik iets verkeerd aangeraden. Even kijken: card, cardinal card. Ja, cardamon. Nou, dat komt goed. Cardamon, ja. cardamon. Ja. Een specerij. Dat is wel mooi aan dit... Uh, echt een mooi woordenboek dit trouwens. Dat zeg ik niet omdat ik een affiliate link heb. Echt een goed woordenboek. Goed. Um, cardamon is dus een kruid. Nou, dat is dus wat ze willen weten. Um, eigenlijk was deze... Uh, dat scheelt inderdaad niet veel. Eigenlijk was deze best... Uh, Pest te doen. Ook heel duidelijk dat hij daar commentaar op geeft. Vraag 34 is wat anders en is ook wat ingewikkelder. Want hier gaat het over dat um, beeldspraak. En dat beeldspraak zit altijd in het VWO-examen. Altijd. En dat is wel iets dat ik wel eens. Ik ben wel eens kritisch op van die scholen die alleen maar literatuur doen en alleen maar hebben over Shakespeare en zo. Maar dit, daar, met dit soort vragen kom ik er altijd wel op terug. Want dan denk ik ja. Dat literatuur doen heeft wel het voordeel dat je deze beeldspraak even bij langs gaat. Um, dat kan zeker. Nou, geef van de volgende citaten of ze beeldspraak bevatten, um, noteer wel of niet achter het nummer van het antwoordblad. Ik weet niet wat de drie punten vraag is in jullie examen. Het enige wat ik heb gezien van jullie examen was het mapje waarop staat 2023. Meer heb ik niet gezien. Dus ik weet het echt niet. Ik ben net zo benieuwd als jullie. Maar om 8 uur op maandag bespreek ik hem na. Dus zorg ervoor dat je alvast geabonneerd bent, want dan weet je dat. Goed, ik lees ze voor. Ik zie al wat mensen antwoorden. De rest ook even nadenken. Wel of niet. Um, by the way, je hoeft hier dus niet die paragrafen nog een keer te lezen. Hè? Het gaat echt om die zinnetjes. Dus ook hier kan je tijd besparen. The names of UK motorway service areas are gorgeously lyrical. Alinea 1. Gorgeously lyrical. Als it's lyrical is, is that dan beeldspraak? Hmm, weet ik niet. 2. The farm shop has a butchery counter selling meat so organic and grass-fed grass and humanely red that I swear I saw a kilo of mince that was actually smug. Dat lijkt me wel, want dat kan natuurlijk niet echt smug zijn. Hè? Dus dit is. Um, als je weet welke literary device hier wordt toegepast, krijg je een brownie point. Wat is dit als die. Dit is een literary device hierom. Um, I looked out over the manicured parkland and any reservations evaporated. Manicured parkland. Oké, okay, dit is ook een beeldspraak, hè, jongens? Want hier hebben we dezelfde. Um, zelfde beeldspraak als hier. Dus twee en drie zijn hetzelfde. As I drove on, I watched cluster services diminish in the rare view, mirror and wink out of existence. Dus ook wel. Ja. Um, de eerste niet, want lyrical is geen beeldspraak. Lyrical betekent dat het gewoon een ritme heeft of dat het mooi klinkt. En dat is geen beeldspraak. Dat is gewoon een, een hoe het is. Dus 2 en 3 zijn. Weet je nu het al? Welke beeldspraak dat is? Welke literary device we daar kunnen hanteren? Het is personificatie. Personification. When you give something um, that's not humane, humane elements. Nou, in dat geval is dat ook zo: personificatie. Um, wat is jullie driepuntsvraag? Weet ik niet, maar er zijn verschillende soorten driepuntsvragen. Ik vermoed, als ik het even zo los inschat, vorig jaar zat er een tekst in waarin ze de delen hebben weggehaald. Dat zit vaak in zo'n VWO-examen. Dat zit niet in deze toevallig, maar dat zit vaak wel in een VWO-examen. Moet ik er ook even een TikTok over maken, want alles voor de views. Ik ben een soort uh, fit girl. Ik ben helemaal obsessed met, met viral gaan. Goed, gaan we naar tekst 9. We zijn ook bijna klaar trouwens. I write about thinking in no language at all. Nou. Um, which of the following fits the gap in paragraph 1? Eén vraagje met een gap. Het gaat over taal. Dat is altijd een leuke leuk onderwerp. Er vaak ook wel een tekst over taal. Die zit er altijd wel in. From Andrew Fogg, Cambridge, UK. In het HAVO-examen zat een tekst over IJslands. Dat is ook wel grappig. Waarom uh, kan ik die niet verplaatsen? Goed. David Um, even kijken. <laughs> David Verdegar suggests we should refine redefine knowledge to include the non-language-based thought process, processes that are presumably used by animals, but not, he supposes, by humans. Letters 29 April. I suggest that the perception of thinking in language arises in humans simply because, from a very early age, we know we are likely to have to verbalize our thought to share it with someone else, and so the brain just does automatically all the time. Mm -hmm. I don't believe my personal stock of knowledge is affected by which language I'm speaking. Okay, we rest lezen. Wel even opvallend: a picture is worth a thousand words, and that is wel a leuke. Um, idiom, want ook die heb ik in um, dat artikel staan, die in de beschrijving staat. Dus als je even in de beschrijving kijkt, vind je een artikel met de bekendste idiom's, en deze is daar ook in. En toevallig heb ik deze, um, heb ik aan Bing Chat, weet je dat Bing ding waar ze foto's maken, die heeft Bing gemaakt. Kijk maar op Instagram, is best wel grappig om te doen. Which of the following fits the gap in paragraph 1? Oké, okay, waar zijn we naar op zoek? Um, I suggest that the perception of thinking in language arises in humans simply because from a very early age we know we are likely to have to verbalize a thought to share it with someone else, and so the brain just does automatically all the time. <laughs> okay. Ik verwacht dat het bevestigt. Het bevestigt dat wij denken in taal. A. Enabling even young children to make use of sentence patterns. B. Evoking the processes needed for language comprehension. C. Giving the appearance of needing language to think. Of D. Providing a solid basis for abstract thinking. En abstract denken betekent dat je uit dingen iets kunt halen. Dus dat je tot conclusies kunt komen op basis van informatie wat je hebt. Dat is abstract denken. Nou, um, ik denk dat A niet klopt. Want er wordt niks gezegd over jonge kinderen. En althans niet in die, dat zinnetje. Ook niet dat het er naartoe leidt. Evoking the processes needed for language comprehension. Gaan we even kijken. Het gaat hier niet over language comprehension. Maar language production. Ik voel dat production, het gebruik van de taal, beter is. dan het begrijpen van de taal. Dus comprehension past niet. Providing a solid basis for abstract thinking. Zou kunnen, want het gaat over denken. Maar dat, niet, dat, is niet dat is niet wat, past niet bij We know we are likely to have to verbalize a thought to share it with someone else. Dus ook hier gaat het weer om het produceren. En um, antwoord C is hier het juiste antwoord: um, giving the appearance of needing language to think. I don't believe in myself. Knowledge effect which language I'm speaking. Dat is niet helemaal waar. Uh, wel een beetje, maar. Um... Het is meer een contradictie. Het, 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 het volgende paragraafje ontkent dat het nodig is. Want het zij zich van nou, ze was in het, het Duits aan het denken, zonder dat ze het Duitse woord ervoor wist. Dus het past niet helemaal in de zin van ja, we hebben het niet echt nodig. Um, so, the brain does automatically all the time. En het past ook wel bij. Verbalize a thought to share it with someone else. And so the brain just does it automatically. We moeten automatisch gaan. willen we een gedachte delen met iemand anders. Dus gaan we in taal denken. Um, ik werk op uh, het Leeuwen Lyceum. En op NL-standen. bij de lerarenopleiding. Maar dat houdt allebei volgend jaar op. Dus als jullie nog een school hebben. waar ze een docent Engels nodig hebben. Uh, 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 slide maar in mijn DM. Um, heeft u nog tips met antwoorden wegstrepen? Wat zijn antwoorden meteen fout? Bij ons op school zeggen ze antwoorden met always, never. Um, ik weet niet of dat... Dat durf ik niet te bevestigen of te ontkennen. Daar heb ik geen... Uh, nee, daar heb ik geen beeld... Nee, durf ik niet te zeggen. Ik kan me wel voorstellen dat dat logisch is... omdat je natuurlijk dan hele sterke meningen hebt... sterke feiten. En als die niet ook zo sterk in de tekst voorkomen... dan is het logisch dat die fout zijn... Eigenlijk zijn er altijd twee antwoorden die fout zijn. Altijd, 100%. Omdat die gewoon niet kloppen. Eentje die er een beetje in de buurt ligt en eentje die gewoon goed is. Um, dus je hoeft niet. Dus als je, dat, als je kunt weten welke 100% goed is, dan kun je dat ook direct linken aan een deel van de tekst of de tekst waar het zelf um, het zo is. Ja, die komt, die komt terug, inderdaad. Kunt u nog eens zeggen waarom B niet is? Ja, B gaat over comprehension. En het gaat hier niet over comprehension, het gaat over production. Dus ook in, in je brein, als je in, het, in een taal aan het denken bent, ben je taal aan het produceren en niet taal aan het begrijpen. Dus het gaat echt om production over comprehension. Ja. En daarom is B, Het gaat juist aan, het, comprehension is dat je het begrijpt, dat je de taal begrijpt. Supersnel spreken bij United. Oh, dat is denk ik afgelopen. Ze zullen wel gewonnen hebben. Goed, gaan we naar um, vraag nummer 36 en dat hoort bij tekst nummer 10: Amazon Review: A Deep Dive into the Japan's Fisherwoman Culture. Oké, okay, nogmaals, dat zei ik aan het begin ook al: het is The Guardian, en uh, hoewel The Guardian niet satire is, zijn er verschillende meningen over The Guardian. Uh, Taalkundig zijn ze trouwens wel echt super hoor. Ik bedoel, inhoud kun je van alles van nog wat vinden. Maar ze zijn wel... Um, ik vind dat ze wel goed schrijven. Het zijn goede... Goede, um, goede writers. Oh, 1 Of 1-0. Mooi zo. Nou... Uh, oh ja, ik zei aan het begin een review. En een review verwachten we altijd een mening. We verwachten altijd argumentatie. En we verwachten altijd iets van een samenvatting. Of een beschrijving. Dus als je een... Uh, als je iets een, weet dat je een review krijgt, ga op zoek of onthoud, niet zo zeg, ga op zoek, maar onthoud, die verschillende onderdelen. We hebben een samenvatting of een omschrijving, we hebben argumentatie, we hebben een conclusie en misschien is er ook iets van een aanbeveling. Dat zijn altijd standaard review dingen. We hebben ook te maken met een, een taal wat past bij een mening geven of een opinie geven op basis van wat er gezien wordt. Ja? Oké. Okay. what becomes clear about the ama in paragraphs 1 and 2 so ama zijn. adapted from an article by leslie felperin nou, gaan we eens even lezen. the ama are japanese fisherwomen free drivers who retrieve abalone sneeze snails and other ocean products they're best known for their pearl fishing out of the shallows without using oxy oxygen tanks portuguese documentarian claudia farejao immerses herself in the daily rhythms and rituals of one group, filming them at home and at work as they go about raising kids, singing karaoke and swimming to the bottom of the sea. Volgens mij heb ik ooit een keer leerlingen beloofd dat na een examens dat we dan bier gaan drinken of boterhammen eten. Ik zie mezelf in die karaokebar staan met uh, a ers Maar goed, dat is een side-gedachte. Parejo favors an austere approach that relies on long, unblinking takes, uses no music that doesn't occur within the action itself, and no subtitles that clarifies who's who. Mm -hmm. There are no explanations at all, leaving the viewer to work out why, for instance, the women wear both modern diving suits and traditional linen headscarves over their waterproofs, balac balaclavas. Much screen time is devoted to watching the subject wrapping, folding, and tucking these bits of white cloth. A kind of origami that's seemingly both symbolic and practical. Like the tying up of laces on a ballet slipper. Out of the water, they favor that this dress that similarly mixes modern and traditional with regular trousers and blouses below the neck and white bonnets with deep brims on their heads. Oké. Okay. Um, nou, die vraag over uh, voorbereiden ga ik um, straks even beantwoorden. Nee, het is niet Baklava, sorry, het is niet Baklava, het is ballaklava. Dat zijn, um, hoe heet die ding ook weer, bivakmutsen. Nou, um, what becomes clear about the armor in paragraphs 1 and 2? E. They adhere to economically unviable methods despite needing the extra income badly. They choose entertainment that complies with the strict cultural codes that govern their existence. C. They integrate long-established customs and fashions with up-to-date elements. Or D. They tend to be quite secretive about the my sorry, mysterious rituals employed by their kind. And now, what do you think were the, the antwoord and why? Ik zie al wat antwoorden voorbij komen. Oké, okay, ik zie antwoord C. Gaan we ze gewoon lekker wegstrepen. A en B kunnen we wegstrepen. Gaan we kijken of dat zo is. They adhere to economically unviable methods despite needing extra income. Oké, okay. dit is even een leuke. Toen ik dit aan het voorbereiden was en die glossary aan het maken was... Heb ik unviable opgezocht? En dat gaan we even doen. Dus als iedereen even het woordenboek pakt en unviable even opzoekt. Nou, dan kun je dat best wel snel vinden. Als je een en dan zie. Nou, eens even kijken. ABC van U, V. Oké, okay. QRSTUV. Een hmm. veel, een veel. Oké. Okay. Voor de zij die het nog niet hebben gevonden, een viable staat niet in het woordenboek. Dat is een probleem. Want hoe weet ik nou wat het betekent? Wie heeft een advies? Het staat niet in het woordenboek. Een viable. Wat kan ik dan doen? Een dus viable staat niet in, uh, in mijn woordenboek. Wat kunnen we dan doen? Ja, ik zie iemand van Curaçao. Mooi, ik was net in de, op Curaçao van de zomer. En uh, mijn familie komt daar ook vandaan. Dus uh, Hens, de gekke achternaam. Of gekke achternaam, hartstikke mooie achternaam. Precies. We zoeken op valuable. En dan gaan we kijken of we... Um, wat het betekent. Want inderdaad, zoals jullie al goed aangeven... Een betekent vaak het tegenovergestelde. Hè? Attractive, unattractive. Ehm... Um, Seen, unseen. Install, uninstall. Nou, dat zijn allemaal dingen die worden, um, die worden omgedraaid met de prefix, zo heet dat, prefix un. Nou, gelukkig heb ik al het werk al gedaan. Um, als we even kijken, unviable betekent onlevensvatbaar of onhaalbaar. In dit geval is het onlevensvatbaar, dus... They adhere to economically unviable methods despite needing extra income. Met andere woorden, ze, halen, ze blijven vasthouden aan dingen die niets opleveren, ondanks dat ze wel dat inkomen nodig hebben. Dat staat hier niet in. Hè? Er wordt niks gezegd over of datgene wat zij doen zinvol is, iets oplevert, ja of nee. Dus die kunnen we wegstrepen. Ja. Goed gedaan. Goed gevonden allemaal. Lekker bezig. Uh, <coughs> Dan. They choose entertainment that complies with the strict cultural codes that govern their existence. Nee, wat wordt er ook alweer gezegd over de regels? Dat heeft te maken met dit woord: an austere approach. austere betekent streng, maar dit gaat niet over die mensen. Dit gaat over variego of variago of zo. Ik kan het niet eens goed uitspreken. Zij heeft een strenge approach that relies on long and blinking takes. Dus het gaat niet over die dames, het gaat over die regisseur. Regisseuze. Ze. Dan zeggen jullie antwoord C. They integrate long-established customs and fashions with up-to-date elements. Dat hebben we volgens mij letterlijk gelezen. Hier: Out of the water, they favor dress that similarly mixes modern and traditional. With regular trousers and blouses below the neck and white bonnets with brims on their heads. Trousers zijn broeken um, in het Brits-Engels. Dus dit is goed. En C. They, they tend to be quite secretive about the mysterious rituals employed by their kind. Nou, ook dat wordt er niks over gezegd. Dus eigenlijk komen die afleiders niet aan de orde. En daarom is antwoord C het juiste antwoord. Nee, ze maken het examen niet moeilijker omdat het eerder makkelijk en beter is gemaakt. Examens worden altijd drie jaar van tevoren gemaakt. Dus um, 2025 is nu al klaar. Dus dat heeft verder niks te maken met hoe het wordt gemaakt. Nee. Ze zijn wel op zoek naar manieren om het moeilijker te maken, maar dan worden de teksten hetzelfde. De vragen iets moeilijker. Zoals um, um, wat ik zei over die idioms, zo maken ze het moeilijker. Of iets moeilijker. Vraag waarbij je iets meer over de tekst heen moet kijken. Um, en zoals eind antwoord, dat is ook het antwoord op de vraag waarom de N-term van Engels zo laag is. Gaan we naar de vraag nummer 37: Which of the following fits the gap in paragraph 2? Besides, indeed, instead, and still. Nou, wat zouden jullie antwoorden? Als ik het even snel bekijk, uh, er wordt dus verteld over die uh, austere approach that relies on long. Unblinking um, outtakes. With no music. That doesn't occur within the action itself. And no subtitles that clarify who's who. Mm -hmm. There are no explanations at all. Leaving the viewer to work out why, for instance, the women wear both modern driving suits and traditional linen hard scarves, etc. etc. Dan zal ik bijna weer baklava moeten zeggen. Nou, welke zullen we invullen? invullen? Besides, indeed, still of instead. Gaan we eventjes naar de uh, glossary? Uh, besides heb ik al voor je opgezocht, dus die gaan we even zoeken. Die staat bij tekst 6, linking word, daarnaast bovendien, daarboven daarentegen. Zou kunnen, zou kunnen, maar niet het perfecte antwoord, denk ik. Indeed. Indeed is niet dat uh, gekke website waar je vacatures kan vinden. Maar in dit geval, in feite en sterker nog... Oké, okay, dat klinkt wel lekker. Instead is natuurlijk uh, in plaats daarvan. Dus dat past ook niet. Want het stukje wat erna komt, bevestigt wat er voorkomt. Dus in plaats daarvan kan niet. Dus die kunnen we, ook, die kunnen we zeker weten wegstrepen. En stil is toch nogthans of niet te min. Het is inderdaad niet tegenstellend... Ehm, um, dus even kijken hoor. Uh, Stil kunnen we wegstrepen. Uh, instead kunnen we ook wegstrepen, want het is niet tegenstellend. Besides, nou gaan we toch nog even goed kijken wat dat betekent. Um, daarnaast, bovendien, daarentegen, daarboven. Ehm. Um, ik denk dat dat niet past bij There are no explanations at all. Zeker niet omdat we hier clarify who's who hebben. Daarom past dat niet. Dus daarom denk ik, zoals jullie ook allemaal al zitten te spammen, dat hartstikke goed. Antwoord B is hier het juiste antwoord. Ja. Waarom niet stil? Nou, gaan we even kijken. Toch, nochtans niet te min. Uh, heb ik ook een notitie bijgezet? Uh, er staat niet dat ze. Wel iets uitlegt en dan toch zijn er geen explanations. Dus dat past niet. Stil is een klein beetje tegenstellend hier. En dat zou hier niet passen in de context. Nee. Dus die is niet goed. Wil je een acht of hoger, zou je niet meer aantexamens moeten maken, maar moet je gewoon meer lezen. Meer lezen, heel veel lezen. Um, en proberen om dat goed te begrijpen. Vraag 38. What is the writer's final verdict about the documentary discussed in the review? Oké. Okay. Nou moeten we wel even paragraaf 3 lezen. Omdat. Um, um, die hebben we nog niet gelezen. En ik verwacht daar een soort conclusie. Dat is vaak zo met reviews. Hè. De laatste paragraaf is vaak een conclusie. Nou. This kind of unfiltered anthropological study can be mesmerizing. Oké, okay, mesmerizing is een mooi woord. And there are some lovely sequences here, not just of the women diving in the olive green depths, but also moments where they're just hanging out with their families, playing with firefly, fireflies or making supper. But some viewers may find it frustrating that we never hear them discuss their lives or even learn their names properly, as if we are just ghosts weaving among them while they go about their business. It's a style of filmmaking that's as traditional. And in its way, mannered, but the head wraps and diving techniques are being observed. Okay, so what is the writer's final verdict? Um, it cleverly uses innov innovative methods to capture a way of life that has hardly changed throughout the years. It contains some captivating images, but never becomes truly involved on a mere personal level. It is promising. Oh, sorry. Its promising start is not enough to compensate for the inferior quality of much of the footage. Its subject matter is fascinating, but this mediocre portrayal does not do it justice. Oké. Okay. Nou, wat, uh, wat denken jullie? En waarom denk je dat? Het gemiddelde van Engels is vaak uh, 7,2. Was het vorig jaar? Als ik me niet. Uh, en naar Eten Eend. En tot maandag, want Eend is onze moderator op maandag. Zit ook in de Discord-groep. Uh, wat ik al had gezegd, aangekondigd. Kijk even in de uh, beschrijving als je een Discord-channel zoekt. Waar je lekker kunt kletsen met anderen. En een TikTok-famous docent Engels. Die ik verder niet ken of zo. Maar goed. Uh, antwoord B wordt er genoemd. Oké, okay. uh, een zin na het woordje PUT in linea 3. Oké. Okay. But viewers might find it frustrating that we never hear them discuss their lives or even learn their names properly. Oké. Okay? Dat is het stukje but never becomes truly involved on a more personal level. Ja. Dat klopt. Hebben we dan ook nog bewijs voor it contains captivating images? Dat moeten we ook nog even vinden. It contains some captivating images. Nou eens even kijken. Um, uh, some lovely sequences here. Not just of women. Okay, captivating images. Yeah, oh, gone, lovely sequences. Um, it's a style of filmmaking. It's as traditional and in its way mannered as the head wraps. Okay. Uh, prima. Graag gedaan voor uh, de schelen die uitzoomen. in. Um, Vergeet niet om even te liken, subscriben en als je wil, natuurlijk boterhammen, viper of koffie te doneren. Antwoord B is hier inderdaad het juiste antwoord. Gaan we naar vraag nummer 39 en 40. En hier staat: Cito geeft ons een hint: lees bij de volgende vragen steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. En dat doen ze opzettelijk. Ja? Want. Er wordt hieraan gevraagd welke twee brieven wordt beargumenteerd dat fysiek onderwijs de voorkeur heeft over digitaal onderwijs. Het gaat dus over een nieuw diploma. Het gaat over iets met um, um, nou, een soort, soort digitaal iets. Dat zie je hieraan. Dit is vaak een beetje een manier waarop digitaal wordt. Hè, die, die networks die je ook op een CPU plaatje vindt of op een moederbord plaatje. Um, dus daar gaat het over. Wat we kunnen doen is twee dingen. Je kunt zeggen, oké. Okay, uh, ik ga de hele tekst lezen en het dan opzoeken. Wat op zich best kan, want het zijn niet hele moeilijke teksten. Maar je kunt ook doen skimmen. Laatste tekst is vaak zo'n vraag. Zo'n uh, verschillende tekstjes en dan moet je linken welke erbij hoort. Skimmen kan daarbij helpen. Dus, dat gaan we nu ook doen, want ja, het is bijna etenstijd. We zijn moe en allemaal honger. Uh, hoe gaan we dat doen? We gaan op zoek naar uh, woorden die fysiek en digitaal onderwijs. Captivating, hè? dus iets opvangen. Uh, dat, dat willen we doen. Dus gaan we even kijken. We gaan heel snel door 1. If professors doomsday scenario is enacted, the word college will be replaced by post-secondary school. Nou, ik verwacht niet dat het deze is. Gaan we toch even verder kijken. Fair of educators, adults who can read and write, English teachers accept ungrammatical prose, oké, okay, gaat over grammatica, content in that form. Hmm. Ik zie hier niks in over online of offline education. Dus één is het niet. Hebben jullie dat ook gezien? Ik deed het heel snel om het even te laten zien. Maar er wordt hier dus niks gezegd over online of offline education. Dus die kunnen we niet bij 39 noteren. Gaan we naar 2. So much of the college experience is about young people developing socially and encouraging them to form opinions. Oké. Okay? Um, perhaps secondary educations have failed. If no need to spend majority of the college cursed. Oké. Okay. Road survey classes. Oké. Okay. Ah, hier. While I'm a fan of online learning. Oké. Okay, there is no substitute for face-to-face -face teaching. Oké. Okay. Dit is letterlijk. Um, um, letterlijk. Um, hetgene wat u staat. Dus twee kunnen we opschrijven. Dan hebben we drie. From my perch within one of the most politicized academic disciplines on campus, I believe is mostly right. Okay. Last is in the persistent attempt to indoctrinate students with a polit politically correct belief system that leaves them with few skills, fewer jobs, prospects, and disdain for America and its ideal is central to his failure. Okay. As long as the education department continues to underwrite its existing and emerging education platforms, platforms, so if they want online, and course contents flow from the same biased sources, also underwritten by the government, higher education will decline. I think that here, this not 39. Though disruptive technology can ensure many colleges thrive. Professor blah, 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 suggests there will be more certificates, but I don't see them replacing a college degree. I am comfortable with an experienced programmer signing a certificate. Okay. Ultimately, the spirit and sense of excitement on a campus is hard to replicate online, especially for undergraduates who experience four years living together in an intellectual environment. Okay. <clears throat> Deze is hard to replicate online. Pas daar ook bij. Dus ook antwoord 4, of tekst 4, uh, past hier goed bij. Ja. Is dat duidelijk voor iedereen? Ik zie een discussie over het voorbereiden. Daar ga ik aan het einde nog even iets over zeggen over wat je kunt doen om je voor te bereiden op het eindexamen? Oké, okay, de nieuwe diploma. Staat in een van de brieven een zin die beschrijft hoe het nieuwe diploma eruit gaat zien? Hmm gaan we nog eventjes ELSA toepassen. We zijn dus op zoek naar iets wat iets over een diploma zegt, hè? Nou, gaan we even andere kleur. Even in blauw. Even kijken. Um... Even kijken, hoor. Uh, if the doomsday scenario is ever enacted... the word college will be replaced by post-secondary school. Nee, dit gaat er niet over. Uh, for educators to produce adults, English teacher and grammatical prose, arguing that content informative the matters. Oké, okay, het wordt diploma wordt hier niet in genoemd, dus dit is hem sowieso niet. Zo. So. Deze ging over online teaching, online learning. So much criticism Oké, okay. perhaps the secondary education is field, if they need to spend the majority of their college work doing road survey classes. Oké, okay. dit zijn survey classes, ...dat zijn van die lessen en vakken die gaan over analyse van de geschiedenis en zo. This is a wonderful thing to be able to pursue and choose electives that open up sophisticated abstract thinking. Voor diploma wordt hier ook niet genoemd. dus deze gaan we ook wegstrepen. Wordt het diploma hier wel ingenoemd? Um, even kijken. Politicize, I'm right. Could I Loans. Indoctrinate students with a belief. Education can underwrite the existence. Het woord diploma wordt hier ook niet in genoemd. Dus die gaan we ook wegstrepen. Oké, okay, laatste. The disruptive technology can assure coll colleges thrive. Professor Jellerner, whatever. Suggest there will be more certificates. Oké, okay, certificates. Oké. Okay. But I don't see them replacing a college degree, a diploma. I can, I'm comfortable with an experienced programmer assigning a certificate saying that students have studied a particular programming language. Packaging a group of certificates and calling them a college degree is not something I am comfortable with. Oké, okay, dit stukje. Want wat wordt hier gezegd? Even lezen. Er staat in een van de brieven een zin die beschrijft hoe het nieuwe diploma eruit zou kunnen zien. Ja. As a package of a group of certificates. Dus dat is hem. Ja. Uh, Hoef ik niet te noemen trouwens, ja. We kunnen gewoon opschrijven. Packaging. Uh. Dat is ons antwoord bij vraag 40. Hebben jullie gezien wat ik deed? Dus in plaats van, en dat wordt dus een best een terechte vraag gesteld, ik denk dat het inderdaad handiger was om um, beide vragen even te lezen. Dat kan. Uh, dan ga je met een beetje beide blikken het lezen. Eh. Um, maar dit is niet een tekst of een vraag waarbij je die hele tekst hoeft te lezen. In negen van de tien gevallen. Ook op het examen van vorig jaar hoefde je niet bij vraag 10 dat hele ding te lezen. Is het altijd ja? Nee, want ik heb een HAVO-examen gezien waar ook zo'n vraag werd gesteld en dan was het antwoord nee. Dus dat is niet altijd zo. Ja. Dus nee. Het is niet altijd het antwoord ja. Oké. Okay. Nou, dus bij skimmen, dus tekst 11. Laatste teksten altijd proberen te skimmen. Ook met je tijd in te schatten. 2,5 uur, 40 vragen. Nou, dan kun je dus 2,5 minuut per vraag. Je hebt ook gezien, je hoeft niet altijd alles helemaal te lezen. Je hebt ook gezien dat je met een goede woordenschat het examen in moet. En dus ook gewoon een goed woordenboek nodig hebt. Weet ik niet als je het nu nog bestelt dat ik het dan hebt op tijd. Maar uh, zorg ervoor dat je wel een woordenboek hebt. Wat kun je nu nog doen om je goed voor te bereiden voor maandag? Moet je nog duizend examens maken? Kan. Als je geen tijd hebt, niks anders te doen hebt, kun je zeggen: je maakt nog even wat examens. Um, is het de ultieme oplossing? Nee. Want het enige wat je doet, is verschillende soorten vragen maken, terwijl je eigenlijk niet weet wat voor examen je krijgt. Met een vak als wiskunde of geschiedenis, weet je dat, kan dat wel. Want de vragen zijn vaak hetzelfde, of de, de, de inhoud is ook altijd hetzelfde. Maar hier je zoveel verschillende teksten met zoveel verschillende vragen, dat dat niet altijd, um, altijd te doen. Je kunt er wel eentje maken voor je eigen, uh, voor je eigen gemoedsrust, wat zelfvertrouwen. Um, nou, dus dat is wel prima. Wat je wel kunt doen, is altijd vocabulaire leren. Dus zorg ervoor dat je nog even op mijn Quizlet kijkt, wat ik, of mijn, ja, quizlet kijk, wat ik daar heb staan. Ik heb heel wat... Examenklasse gegeven. Um, er zit vast wel een woordenlijst in. Je hebt ook nog de woordenlijst uit Leiden. Je hebt het examenboekje bij samengevat, of de examenbundel, waar ook een idioom bij zit. Hoe meer woorden je weet, hoe, meer, hoe sneller je door dat examen komt. Dus dat is echt een aanrader. Um, vocabulaire, vocabulaire, vocabulaire. Alle woordjes leren. Um, je kunt ook zeggen: je gaat nog zelf wat lezen. Op Time, op, econo op um, The Economist, New York Times, The Guardian. Maar um, je kunt ook zeggen, nou dat doe je niet. Um, Oké, okay. dan een hele, 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 hele grote fout. Je gaat, niet eerst, je gaat niet de volgorde van de teksten veranderen. Dus zorg ervoor, begin bij tekst 1, want die teksten zijn zo in elkaar gezet dat je de eerste paar makkelijk kunt maken. En de laatste ook redelijk snel kunt maken. Cito denkt ik namelijk heel goed na over de indeling van het examen. Je zult het ook zien de langste teksten kan ik ook even in deze app. Een overview doen. Dat kon op mijn tablet wel. Nou, gaan we even scrollen. Je ziet ook, de eerste zijn kort. 3 is ook nog redelijk kort. 4, 5, 6 en 7 zijn weer wat langer. 8 is ook weer langer. Maar 9, 10 en 11 zijn kort is ook kort, omdat het heel, heel condensed is qua informatie. Dus je ziet dat je niet... Je moet niet de volgorde van de vragen door elkaar gooien. Natuurlijk krijg je geen uh, aftrek voor spelfouten. Um, want ja, ik, ik ga natuurlijk proberen na te kijken in jouw favor. Um, en er staat ook in, als we even naar het, naar het uitwerkingsmodel kijken... Dit zijn de instructies voor het nakijken... En je ziet ook, als ik hier zoek op, taalfouten. Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. Ja, Dus taalfouten maken niet uit op je eindexamen. Zijn er nog andere vragen? Zijn we ondanks het later beginnen toch vier uur bezig geweest met deze examentraining? Als je nog vragen hebt of dingen die je wilt weten, stuur me gerust even een berichtje op Instagram. Ik probeer ze te beantwoorden nog op tijd. Voor nu allemaal, hartelijk dank voor het kijken. Hartelijk dank voor het joinen bij deze examentraining. Ook als je terug hebt gekeken, bedankt voor het kijken. Vergeet niet om even te liken. En als je, andere, um, um, nou, als je nog even wil, andere video's wil zien, vergeet even niet om te subscriben. Um, kan je nog zelf wat doen tijdens het examen? Uh, dus dag zelf, nou ja, weet je, probeer iets in het Engels te lezen. Zodat je een beetje in die, in die flow komt. Zeker als je het examen als je ervoor al een ander examen had, uh, lees even iets in het Engels. Even een artikeltje of zo. Of uh, nou ja, lees even de vocabulaire. Toen nog even wat vocabulaire. Maar vooral relaxen. Want het komt echt wel goed met Engels. Het is niet een uh, heel ingewikkeld examen. Dus dat komt echt wel goed. Tijdnoot skimmen. Kom je in de tijdnoot? Skimmen, 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 skimmen. Goed slapen, dat is absoluut, absoluut een goede tip. Goed slapen, uh, nog even sporten, uh, morgen misschien, en uh, nou ja, verder gewoon lekker relaxen. Hierna heb je de langste vakantie van je leven, allemaal naar uh, Lorette de Mar en al dat soort gekke toestanden en lekker uh, met broodjes eten, brood met pindakaas eten, Ook zeg zeggen, maar broodjes eten. Bedankt voor het kijken. Overweeg een kopje koffie of, een, uh, of iets te doneren. Kijk in de link in de beschrijving. En nogmaals, bedankt voor het kijken en tot een van mijn volgende video's.